Of ik live ben. Oh. En nu wel. Oké, lieve mensen, daar ben ik dan. Weer. En ik ben ondertussen mijn geluid aan het checken. We hebben nog 2 minuten voordat het echt begint. Even dit aanzetten. Oh. Pak ondertussen je bina's erbij. Pak wat te drinken. Ga nog even naar de wc. Come on now. Oh. Moment. Oh, ja, hier gaat het fout. Nog 1 minuut. Ik zie al vragen in de live over of deze achteraf online komt te staan. Het antwoord is ja. Na afloop, ik denk dat we zo rond 9 uur klaar zijn. Tot nu toe zijn alle streams minimaal 2 uur geweest. Nou ja, rond 9 uur, misschien 9:30 staat hij online en dan kunnen we dus gewoon terugkijken. Dus, voor iedereen die dit net heeft gehoord over het terugkijken, als er nieuwe mensen bijkomen in de chat en ze vragen dit, geef daar dan alsjeblieft antwoord op. Dan help je mij ook een beetje, zodat iedereen snel zijn antwoord heeft. Even kijken. Ik kan niet checken of mijn geluid. Oké, mijn geluid doet het, want ja, jullie horen het waarschijnlijk ook. Goed. Welkom allemaal, het is precies 7 uur en je zit te kijken naar de live Q&A voor het HAVO-examen Biologie 2021. Dus dit is voor het HAVO-examen Biologie. Over 2 dagen heb je die, dus je kunt vanavond al je vragen stellen. Inmiddels zijn er 56 mensen aan het kijken. En ik zal eerst even laten zien welke vragen ik van tevoren heb gekregen. En ik wil er graag even bij zeggen dat het onmogelijk voor mij is om alle vragen bij te houden. Dus alsjeblieft een beetje geduld. Dit zijn in ieder geval de vragen die ik van tevoren heb ingestuurd gekregen. Dus ik ga het sowieso hebben over het oog. Ik ga het sowieso hebben over x-chromosomale kruisingen, hoe je dat doet. Nieren en osmoregulatie ga ik het sowieso over hebben. Selectiedruk en een voorbeeldopgave erbij. Stambomen bij erfelijkheid aflezen. Impulsgeleiding en impulsoverdracht. Voedselketens. Ga ik even laten zien waar je op moet letten. Ik ga jullie vertellen waar je op moet letten bij het beantwoorden van jullie vragen. Dus hoe je formuleert. Ik ga wat vertellen over biomassa-reducente consumenten. Ik vertel wat over spieren bij in- en uitademing. En natuurlijk nog veel meer op basis van wat er in de live chat wordt gesteld. Dus zorg ervoor dat je deze bij je hebt. Dit is natuurlijk heel belangrijk. En lieve mensen, vragen als moeten we onderwerp X kennen, moeten we onderwerp Y kennen, moeten we onderwerp A of B of C kennen. Gebruik dus daarvoor alsjeblieft de syllabus die gewoon op examenblad.nl staat. En wat je dan doet is gewoon Ctrl F, dan kun je dus op begrip zoeken. En dan kun je zelf zien of het begrip op het examen voorkomt. Dus in plaats van daar deze kostbare tijd voor te gebruiken in deze live, kun je dat ook even zelf opzoeken in de syllabus die op examenblad.nl staat. Daarnaast heb ik er ook een video over gemaakt. Dus ook video over alle onderwerpen op je examen. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Dus alsjeblieft kijk daarnaar. Het is een beetje zonde om in zo'n live waarin ik hele specifieke vragen kan beantwoorden, hele algemene dingen ga vertellen. De live duurt ongeveer 2 uur. Dankjewel WM voor het beantwoorden van iemand anders vraag. Daarmee help je mij. Mickey Rose zegt ook een hele goeie. Morgen ga ik ook live bij NOS op YouTube. Ik weet niet of Mickey Rose ook wist dat ik degene was die daar zou zijn. Maar morgenavond is er een live. En bij NOS Stories. En daar ben ik weer aanwezig. Dus dat is heel leuk.
Als iemand anders vragen zou kunnen beantwoorden, die heb ik net namelijk aan u gevraagd. Of aan jullie gevraagd. En dan ga ik beginnen. Even kijken. Zoals ik al zei, ik heb een paar dingen voorbereid. En jongens, als je een vraag stelt, stel hem alsjeblieft zo specifiek mogelijk. Een vraag als hersenen. Of sowieso is dat geen vraag. En het is een klein beetje onbeleefd om het op die manier te zeggen. Stel hem zo specifiek mogelijk. Gaan we beginnen. En de eerste vraag... even kijken. Van Colin, wat is het verschil tussen passieve en actieve immuniteit? Het verschil is eigenlijk heel simpel en heel kort. Bij passieve immuniteit heb je geen geheugencellen aangemaakt. Je hebt alleen antistoffen tegen de ziekteverwekker. En bij actieve immuniteit... Ik schakel... Oh, camera. Oh jee. Jullie horen wel gelukkig. Dat maakt niet uit. Jullie hoeven me niet per se te zien. Op zich. Ah, sorry jongens. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt. Even een momentje. Om dit te corrigeren. De schermen aan toe gaat. Zo. En ik ben weer goed live. Ben ik goed live? Yes. Oké, daar ben ik weer. Sorry daarvoor. Gaan we kijken. Terug naar de live chat. Oké, de live liep vast, maar we zijn weer terug. Ja, kan iedereen me weer horen en zien? Klopt dat? Want ik zie mensen zeggen, u loopt vast. Maar nu niet meer, hoop ik. Ja, oké, top. Jullie reageren allemaal. Dank jullie wel. Goed, ik was gebleven bij het verschil tussen passieve en actieve immuniteit... En het verschil is dus dat je bij passieve immuniteit geen geheugencellen opbouwt. En bij actieve wel geheugencellen opbouwt. Dat is het grote verschil. Oké? En hoe kan dat nou? Dat kan omdat je bij passieve... Even deze zin afmaken. Wel geheugencellen. Bij passieve immuniteit krijg je de antistoffen meteen. Daardoor hoef je het niet zelf te maken. En daardoor maak je geen geheugencellen. En hoe kan je nou antistoffen krijgen? Dat kan op twee manieren. Kan of kunstmatig of natuurlijk. Natuurlijk kan via de moeder of via de moedermelk, dus borstvoeding, of via de placenta tijdens de zwangerschap. Dus dat zijn twee manieren om op een natuurlijke manier passief immuun te zijn tegen een ziekte. Actieve immuniteit, dat kan ook op twee manieren. Ook kunstmatig of natuurlijk. Kunstmatig is gevaccineerd. Want dat is niet iets waar je toevallig tegenaan loopt. Dus dan krijg je een verzwakte ziekteverwekker of een antigeen van de ziekteverwekker in je lichaam. En dan maak je de antistoffen en geheugencellen tegen. En natuurlijk, actieve immuniteit is gewoon ziek worden ervan. En dan bouw je er ook. Ik zie dat die hapert. No. Oké, dit gaat. Oh, wacht. Ik zie dat je dat. Ik zie dat het. Moment. Ik wil even. Vanaf het tekenen. Oké, dat gaat dus niet zo goed. Oké,
Oké, daar ben ik weer. De vraag... San, het klopte dat je even niks zag. Ik had hem ook even gestopt. De vraag is of hij het volhoudt. Het zou kunnen dat het... Heel gek, het zou kunnen dat het haperen te maken heeft met het tekenen. Alhoewel me dat heel sterk lijkt, want ik heb dat ook al eerder gedaan en toen was er geen probleem. Het is goed dat je liet aangeven dat hij hapert. Het kan soms zijn... Check inderdaad altijd even of het alleen bij jou is of dat het bij iedereen is. Maar ik snap niet zo goed. Ik kan zo snel even niet het probleem vinden. Hij doet het nu in ieder geval wel weer. De vraag is hoe lang dat doorgaat. Misschien heb ik hem ook iets te hoog ingesteld met de vertraging. Dus als dat het probleem is, zal ik dat zo meteen even gaan vertragen. Ik zie dat we een aantal mensen zijn kwijtgeraakt. Ik hoop dat die straks weer terugkomen. In ieder geval gaan we verder. Dit was de eerste vraag over passieve en actieve immuniteit. Dan hadden we verder nog... hoe zit het met natrium en kaliumion? En je ziet me af en toe op, naar beneden kijken. Dat zonder dat mijn telefoon daar staat. Daar kan ik de live chat in de gaten houden. Dus dat je weet waarom ik op mijn telefoon kijk. Oké, natrium en kaliumion. Let op. Op de HAVO hoef je dit niet super uitgebreid te kennen voor je examen. Dus... Als je dit niet helemaal kan volgen, is dat oké, want zo uitgebreid hoef je het niet te kennen. Maar daarvoor gaan we naar Bina's tabel 88. In 88 kun je sowieso heel veel dingen vinden over, over het zenuwstelsel. En we gaan dan even kijken naar 88F. Want in 88F zien we de impulsgeleiding, oftewel de actiepotentiaal. Dus wat gebeurt er als eerst... Tijdens zo'n actiepotentiaal. In de rustfase moet je je voorstellen. Dan is er een negatieve lading aan de binnenkant van een zenuwcel. Dus de binnenkant heeft een negatievere lading dan de buitenkant van zo'n zenuwcel. Oké? Nou, wat er dan gebeurt. Doordat er een bepaalde prikkeling plaatsvindt. In een zintuig bijvoorbeeld. Verandert er iets aan de celmembraan van zo'n zenuwcel. Wat verandert er? Dat zie je hier in die Bina's tabel bij het tweede stukje. Je ziet dat de natriumkanalen opengaan. Nou, doordat de natriumkanalen opengaan, gaan er natuurlijk natriumionen lopen. Waar gaan natriumionen heen? Nou, natrium, dat is positief geladen. Dat zie je ook in de afbeelding. Na+. Dat gaat natuurlijk naar binnen, want het is positief geladen en het gaat naar een negatieve kant. Dus heel veel natrium gaat naar binnen. Dus wat gebeurt er doordat heel veel natrium naar binnen gaat? Dan wordt de binnenkant natuurlijk positief. En dat zie je ook in dat actiepotentiaaltje daaronder. Want in zo'n actiepotentiaal zie je de lading van de binnenkant van een zenuwcel. Dus je krijgt tijdelijk een positieve binnenkant. Nou, wat er dan ook gebeurt nadat die natriumkanalen open zijn gegaan... Even later, bij nummertje 4, zie je dat de kaliumkanalen ook opengaan. Ja? De kaliumkanalen, die gaan ervoor zorgen dat kaliumionen nu juist naar buiten worden getransporteerd. Want we hebben net gezien dat de binnenkant van de zenuwcel nu positief is geworden. Je ziet het hier ook. Hij is positief geworden. Dus nu heb je juist een positieve lading aan de binnenkant. En je hebt een relatief negatieve lading aan de buitenkant. Dus de kaliumionen gaan juist naar buiten. Daardoor krijg je dat de lading van de zenuwcel weer een beetje daalt. En die kaliumkanalen die zijn best wel traag. En omdat ze zo traag zijn, blijft er heel lang kalium naar buiten stromen. En uiteindelijk krijg je dus dat ook de binnenkant weer terug negatief wordt. Dus als je hier een vraag over krijgt, de kans daarop is echt heel klein, want nogmaals, zo diep hoef je het niet te weten. Gebruik dan deze tabel. Dus dat is hoe het zit met natriumionen en kaliumionen. Nou, dat was de natrium- en kaliumionen AJM. Ik hoop dat het duidelijk was. Wat voor soort... ga ik verder... En ik had een vraag over de nieren ook. En ik had ook een vraag over het oog. Ik weet niet of sommigen van jullie in de chat dat ook vragen, maar deze heb ik van tevoren gekregen.
Het oog. We zien hier een voorbeeldvraag. De optometrist bestudeert het netvlies van een patiënt die kleine vervormingen van zijn beeld waarneemt. Hiervoor druppelt de optometrist atropine in het oog. Oké, dus we hebben atropine in het oog. Waardoor alle kringspieren in het oog zich ontspannen en de pupil groot wordt. Hij heeft dan via de pupil goed zicht op het netvlies. Een bijwerking van deze oogdruppels is dat de patiënt tijdelijk niet scherp ziet. Oké, dus dan is de vraag eigenlijk, heeft de patiënt als gevolg van het ontspannen van de kringspieren tijdelijk moeite met dichtbij zien of juist met veraf zien? En waardoor wordt dit veroorzaakt? We gaan niet kijken naar de antwoordmogelijkheden, want die zijn gemaakt om je in de war te brengen. We gaan gewoon even zelf nadenken. Dus het gaat om dichtbij of ver zien en jij moet dan weten, oh, dat heeft natuurlijk te maken met de lens. Dus we tekenen hier de lens. En de lens zit natuurlijk met lensbandjes vast aan het straalvormig lichaam. Dus dit ding hier aan de buitenkant, dat noemen we het straalvormig lichaam. Let op, het straalvormig lichaam bestaat uit kringspieren. Ja, dus dit zijn kringspieren. En wat hebben we net gelezen? Dat kringspieren, die gaan allemaal ontspannen. Dat komt door dat atropine. Dus als die kringspieren ontspannen, let op, als kringspieren ontspannen worden ze juist wijder. Je mond is bijvoorbeeld ook een kringspier. Als je die samentrekt, wordt die heel klein en als je hem ontspant, wordt die juist groot. Dus als de kringspieren in het straalvormige lichaam ontspannen, worden ze juist groter. Daardoor trekken ze natuurlijk aan de lensbandjes. En de lensbandjes staan dan natuurlijk strak, want ze worden zeg maar uit elkaar getrokken door het straalvormige lichaam. En door dat strak staan van die lensbandjes wordt de lens plat getrokken. Okay? En onthoud, als de lens plat is, kun je goed veraf zien. Dus platte lens is goed voor veraf zien. Dat betekent dat dichterbij zien nu moeilijk wordt, want je lens is te plat. Ja, platte lens, veraf zien. Prima, dichtbij zien, probleem. En nu kunnen we antwoord geven op de vraag. Dus je hebt moeite met dichtbij zien. En we hebben gezien dat de lensbandjes strak staan. Dus antwoord A bij deze vraag. Dus dat was over het oog. Ik krijg ook meteen de vraag van Charlotte over de pupilreflex. Nou, de pupilreflex past heel mooi bij deze vraag. Let op, de pupilreflex heeft niks met de lens te maken. Dat zijn weer andere spieren. Je hebt namelijk in je iris heb je kringspieren en je hebt straalsgewijs lopende spieren. Oké? Nou, wat gebeurt er als er veel licht in een ruimte aanwezig is, zoals deze ruimte nu voor mij? Ik heb twee lampen op me gericht. Ik heb lampen boven de eettafel op me gericht. Dus veel licht. Dus mijn iris gaat mijn netvlies beschermen tegen dat te veel licht. Dus mijn pupil wordt kleiner. Hoe wordt mijn pupil kleiner? Nou, ik heb je net verteld dat de kringspieren in het oog samentrekken. Dat kringspieren over het algemeen samentrekken en daardoor kleiner worden. Dus in dit geval gaan de kringspieren in mijn iris, het gekleurde deel van je oog, die gaan samentrekken. En de straalsgewijs lopende spieren, die gaan juist ontspannen. Oké? Stel nou dat er heel weinig licht aanwezig is, als ik bijvoorbeeld vanaf deze ruimte naar het donkerste hoekje van de ruimte loop, dan heb ik juist weinig licht. Dus mijn iris gaat dan juist verwijden om zoveel mogelijk licht alsnog te kunnen opvangen. En dat gebeurt met het tegenovergestelde van de spieren. Namelijk, nu gaan de kringspieren ontspannen in mijn iris. Dus mijn pupil wordt wijder. En mijn straalsgewijs lopende spieren die gaan juist samentrekken om die pupil open te trekken. Oké, okay. De pupilreflex. Blom geeft een mooi antwoord op Alyssa. De pupilreflex is inderdaad onder invloed van het autonome zenuwstelsel. Je kan niet van jezelf, als je gewoon rustig zit, je pupilreflex groter of kleiner maken. Goed, dat dus over de pupilreflex. Charlotte, ik hoop dat dat duidelijk was. Nogmaals, probeer je vragen zo specifiek mogelijk te stellen. Het evenwichtsorgaan zit in je oor. Dat is iets wat je uit je hoofd moet weten. En als jullie vragen stellen als hoe het zit met de hersenen, dan weet ik niet zo goed wat je wil weten. Dus nogmaals, stel jullie vragen zo specifiek mogelijk. Spieren hoef je niet te kennen voor je eindexamen.
Beweging ook niet. Nogmaals, dit soort vragen over wat moet je wel, wat moet je niet kennen, kun je in de syllabus vinden of in een van mijn laatste video's over het examenprogramma. Oké, dan ga ik verder met een aantal andere vragen. X-chromosomale kruisingen maken. Deze is mij heel vaak gevraagd van tevoren. En jongens, ik moet zeggen, ik ben blij dat de livestream het nu helemaal goed doet, inclusief dat alles werkt en zo. Daar ben ik heel blij mee. Een gezonde vrouw en man krijgen een nakomeling. Dus de man en vrouw zijn allebei gezond. Zowel de ouders van de vrouw als haar zus hebben geen hemofilie. En hemofilie is een ziekte die X-chromosomaal recessief is. Dus hemofilie is een ziekte waarbij het bloed niet goed stolt. Ja? Hemofilie betekent bloed stolt niet goed. Dus we hebben onze informatie. Hemofilie is een X-chromosomale recessieve ziekte. Dus we schrijven dat op. Dit raad ik je altijd aan. Maak een soort van legendatje wanneer je aan het opdrachten aanmaken bent. Dus X-chromosomaal, de X, recessief, dus een kleine aatje. Ja. Dan moeten we iets weten over deze mensen. We hebben een man en een vrouw. Dus we tekenen even een vrouw en we tekenen een man. En die krijgen een kind. Hè, dus dat wordt hier een kind. De ouders van de vrouw. Dus we kijken hier en we zien de ouders van deze vrouw. Die hebben meerdere kinderen. Die hebben niet alleen deze vrouw, maar die hebben ook een zus. En ze heeft ook nog een broer. Dus dat teken ik allemaal zo netjes neer. En in de legenda doen we even dit en dit is gezond. En als ik er een kruisje in teken, betekent dat dat ze ziek zijn. Dus al deze informatie haal ik uit de tekst. Oké? Nou, we hebben gezien dat die broer dus wel hemofilie heeft. Dus die heeft zo'n X'je. En die broer heeft hemofilie. Daarmee weet je meteen wat zijn genotype is. Want het is een man, dus hij heeft X, Y. En je weet dat hemofilie wordt veroorzaakt door een recessief allel. Dus deze man heeft X kleine a, Y. Dat is haar broer. Ja? Dan gaan we kijken naar de man. Dus de vader van het kind, waarvan we nog niet weten wat het wordt. Zijn ouders. Dit gaat goed. Ja? We hebben hier de ouders van deze man. En die zijn allebei gezond. Dat staat hier. Zowel de ouders van de man als zijn broer en zus hebben geen hemofilie. Dus hij heeft ook een broer en een zus. En die zijn allemaal gezond. Nou, hartstikke mooi. En de vraag is dan, hoe groot is de kans op hemofilie als er een meisje wordt geboren? En hoe groot is de kans bij een jongen? Nou, dan aan de kant van de vader zien we eigenlijk niks bijzonders. Geen ziek allel, wat dan ook. Die vader zelf is ook gezond. Dus dat zal wel een X grote A, Y zijn voor de papa. Dan kijken we naar de moeder. En bij de moeder zien we dus dat haar broer een X kleine A heeft. Dat betekent dat haar moeder, dus de oma van het kindje, ook een X kleine A heeft. Hoe weet ik dat? Want moeders geven hun X'en aan hun zoons. Of anders gezegd, zoons krijgen hun X van hun moeder. Want ze krijgen hun Y van hun vader. Anders zijn het in dit geval geen biologische jongens. Dus we weten nu dat oma minimaal 1 X kleine A heeft. Wat betekent dat voor deze moeder? Nou, ze kan die X kleine A van haar moeder hebben gehad. En ze is zelf gezond. Dus ze moet minimaal 1 X grote A hebben. Of ze kan van haar moeder ook gewoon het gezonde allel hebben gehad. En ook van haar vader het gezonde allel. Dus deze vrouw kan ook X grote A zijn. Dat weten we dus niet. Ze kan beide opties zijn. Dus wat doe je? Je maakt 2 kruisingstabellen. 1 voor de situatie waarin ze X kleine A, X grote A heeft. En ik ga dat even hier in een hoekje klein doen. Ik hoop dat jullie het allemaal nog kunnen lezen. Dus dit is eigenlijk optie 1. F1. En dan tekenen we dat eventjes snel. X kleine a, x grote a. En de vader is natuurlijk gewoon x grote a, y. Dit vullen we in. X grote a, x kleine a. X grote a, x grote a. X kleine a, y. En x grote a, y. Dan hebben we optie 2. Als de moeder gezond is. Nou, als de moeder gezond is, krijg je natuurlijk x grote a van de moeder. X grote a, Y van de vader. En als je dat invult, krijg je het volgende. En hier ook
x grote a i, x grote a i. Dus dit zijn de twee opties. Nou, hoe kom je dan bij je antwoord? Als er een meisje wordt geboren, dan gaan we in deze beide situaties het aantal zieke meisjes tellen en het totaal aantal meisjes tellen. We zien 1, 2, 3, 4 meisjes en daarvan is 0, 0, 0 van de meisjes is ziek. Dus 0% kans op ziek meisje. En als we naar de jongens kijken, dan zien we 1, 2, ook 4 combinatie waarbij er een jongen wordt geboren en daarvan is er eentje maar ziek. Dus 25% kans op ziek jongetje. Ik hoop dat dat zo duidelijk is voor degene die dit heeft ingestuurd. Ik zie ondertussen heel veel vragen in de comments. Ik ga proberen een paar theoretisch te beantwoorden. Ik zie heel veel vragen waar jullie zelf al antwoord op hebben gegeven. Dus dat is goed. Kira, het antwoord is nee. Citroenzuurcyclus hoef je niet te weten hoe dat werkt. Iemand vraagt wanneer is iets een negatieve terugkoppeling en wanneer is iets een positieve terugkoppeling. In principe zijn de meeste hormonen een negatieve terugkoppeling. Er zijn alleen een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld oxytocine. Ja? Dus onthaal oxytocine als uitzondering. Charlotte vraagt, hoe weet ik in welk deel van de hersenen bijvoorbeeld de temperatuur geregeld wordt? Als het gaat om, dit is een goede vraag van Charlotte. Als het gaat om jouw vitale functies, met andere woorden, functies die nodig zijn om te overleven, dan is dat iets wat in de hersenstam geregeld wordt. Dus je bloeddruk, je ademhaling, je hartslag, al dat soort dingen worden in de hersenstam geregeld. Siham vraagt, stel dat bij tabel 1 alle meisjes ziek zijn, moet je dan antwoorden 50% of 25%? Nou, geef jij maar antwoord. Stel dat in tabel 1 alle meisjes ziek zijn, dan heb je 1, 2 van de 4. Dus dan is het natuurlijk 2 vierde, dus 50%. Ja, dus tellen hoeveel zieken en dat delen door het totaal aantal. Homeostase is niet het in evenwicht houden van je lichaam, want dat doet je evenwichtsorgaan. Homeostase is het in evenwicht houden van bepaalde waarden, bijvoorbeeld de osmotische waarde, de pH, de bloeddruk, van die waarden in jouw inwendig milieu. Oké? Dus homeostase is het in evenwicht houden van een aantal belangrijke waarden in jouw inwendig milieu. Wat is inwendig milieu ook alweer? Dat bereik je door middel van één celmembraan te passeren. Dus je bloedplasma, inwendig milieu, want daar kom je niet bij als je niet één celmembraan doorheen gaat. Je weefselvloeistof, inwendig milieu, want daar kom je niet bij als je niet één celmembraan doorheen gaat. Je dikke darm, uitwendig milieu, gek genoeg, ook al zit het in je lichaam. Want met een camera kun je prima via de anus in de dikke darm komen. Je longen, ook uitwendig milieu, want ook daar kun je met een slangetje in de longen komen. Ja? Dus dat is inwendig milieu. Oké, Jill vraagt, wat is het verschil tussen dissimulatie en assimilatie? Let op, ik ga jullie een handig schemaatje geven. Assimilatie zal ik doen. Assimilatie is het opbouwen van kleine moleculen. En vaak zijn het anorganische moleculen. Naar grote organische moleculen. Oké? En daarbij is energie nodig. Dus ik teken hier een pijl. En je ziet, energie komt, moet erbij gaan. Dissimulatie is juist het afbreken van grote organische moleculen in kleine, vaak anorganische moleculen. Dus dat is dissimulatie. Dus als je dit schemaatje wil overnemen, be my guest. Wat je ziet, dat in de dissimulatie komt er juist energie vrij. Dus dat teken ik zo, hier komt energie vrij. Dus dat is het verschil tussen assimilatie en dissimulatie. Ja? Dan heb je ook nog
Voortgezette assimilatie of primaire assimilatie. Primaire assimilatie is dus van kleine anorganische moleculen. Voortgezette assimilatie is van kleine organische naar grote organische. Oké. Okay. Iemand vroeg naar staafjes en kegeltjes. Ik heb daar zo meteen een examenopgave over. Dus die ga ik straks aan het einde behandelen. Dus als jullie nog even kunnen wachten, dan ga ik... ik denk aan het einde, die gebruik ik mooi bij een vraag over formuleren. Dan ga ik uitleggen over staafjes en kegeltjes. Dit is inderdaad alleen voor de HAVO. De VMBO Live is gisteravond geweest. Die kun je terugkijken op mijn YouTube kanaal. Dus hij staat ook gepubliceerd. Dan ga ik even kijken of ik nog vragen ben vergeten. Om een aanvulling te geven op Laura. De kleine hersenen zijn inderdaad voor beweging en coördinatie van bewegingen. Heel goed. En in de grote hersenen zeg je wordt informatie ontvangen. Dan kun je beter zeggen worden impulsen ontvangen en verwerkt. Ja? Dus in de grote hersenen worden impulsen ontvangen en verwerkt. En in de grote hersenen vindt bewustwording plaats en waarneming. Dus dat is waar je daadwerkelijk iets... waarneemt. En daar zit inderdaad ook het geheugen. En in de grote hersenen zit ook de controle. Marieke vraagt, wat is het verschil tussen anorganische moleculen en organische moleculen? Nou, anorganische moleculen, dat zijn moleculen die niet afkomstig zijn van organismen. En organische moleculen zijn wel gemaakt of afkomstig van organismen. Waar herken je ze aan? Dat is misschien wel een goede aanvulling. Organische moleculen herken je als koolwaterstofverbindingen. Voor de mensen die geen scheikunde hebben. Dat houdt in dat ze een C-atoom, minimaal 1, en een H-atoom bevatten. Oké? Okay? En vaak bevatten ze ook een O. Dus CHO eigenlijk. Anorganische moleculen, die bevatten dus niet een C en een H. Bijvoorbeeld CO2 bevat geen H, wel een C, dus is anorganisch. H2O bevat een H, geen C, anorganisch. Zuurstof bevat geen van beide, anorganisch. De enige uitzondering die je moet kennen is CH4. Oeh, heeft een C, heeft een H, is toch anorganisch. Oké, okay? Dus dat is de enige uitzondering op de regel die je moet onthouden. Famke, dat is een hele brede vraag, DNA en RNA. Ik zal even kort iets daarover vertellen. Oh. Even een lege dia. Wat jullie moeten weten is wat we noemen genexpressie. Iemand anders vroeg er ook naar. Ik weet het niet wie dat ook alweer was. Genexpressie is dat genen aan of uitstaan. En als genen aanstaan, dan wordt er van een stukje DNA, wordt er RNA gemaakt. En van dat RNA wordt uiteindelijk een aminozuurketen gemaakt. En... een aminozuurketen, dat kennen jullie ook wel als eiwit. Ja, dus dat is wat ik jullie in het kort kan vertellen over DNA, RNA en eiwitten. En wat je moet weten is dat DNA altijd in de celkern blijft. Oké, celkern. Dat RNA in de celkern wordt gemaakt, maar dat het daarna uit de celkern komt naar de ribosomen. En dat uiteindelijk in de ribosomen de aminozuurketens worden gemaakt. Oké? Okay. Iemand vraagt naar kruisingstabellen met bloedgroepen en rhesusfactor, maar ook antistoffen en antigenen. Nou weet ik niet of je bedoelt erfelijkheidskruisingstabellen of donatiekruisingstabellen. Ik denk donatiekruisingstabellen. Queen vraagt ook een korte uitleg. Ja, donatietabellen, zegt hij. Oké. Okay. Donatietabellen. Komt eraan. Even een lege dia vinden. Dus, wat je doet... je hebt natuurlijk altijd een donor... en je hebt een ontvanger. Oké? Okay? En belangrijk is... dat bij de ontvanger... zijn immuun... hun immuunsysteem... speelt een rol... En waar bestaat het immuunsysteem uit? Natuurlijk uit de witte bloedcellen onder andere.
Dus onthoud dat alsjeblieft. Iemand die bloed krijgt, zijn hele lichaam is aanwezig. Dus zijn witte bloedcellen en zijn hele afweerreactie speelt een rol. Iemand die bloed doneert, ja, daarvan wordt alleen maar bloed uit zijn arm gehaald. En vervolgens heeft het lichaam van de donor verder geen invloed. Want die gaat lekker naar huis nadat hij bij de bloedbank is geweest en dan gaat verder chillen. Dus daarom kijken we bij de donor naar de antigenen op de celmembraan van de rode bloedcellen. Ja, we kijken naar de antigenen op rode bloedcel. Want dat is wat in het lichaam van de ontvanger komt. En bij de ontvanger kijken we naar de antistoffen. We kijken bij de ontvanger naar de antistoffen. Dus, welke combinatie kun je dan maken? En je let dus altijd op wat de donor heeft. Stel nou dat ik krijg bloed van iemand die heeft AB positief. Dat is even als voorbeeld. Die heeft AB positief. Ja? Ik zelf ben A negatief. Oké? Dus iemand die AB positief is, dat houdt in dat deze persoon bloedgroep A, oftewel antigen A heeft. Deze persoon heeft antigen B. En deze persoon heeft antigen rhesus. Dat zijn de antigenen, want bij de donor kijken we naar de antigenen. Ikzelf, bij mij kijk je alleen, bij de ontvanger kijk je alleen naar de antistoffen. Welke antistoffen maak ik? Nou, maak ik anti-A? Nee, want ik heb zelf A, dus dat zou raar zijn. Maak ik anti-B? Ja, want ik heb zelf geen B, dus ik maak anti-B. En ik ben zelf rhesus negatief, dus ik maak anti-rhesus. En dan ga je nu kijken of het matcht. Hey, A, geen anti-A, geen probleem. Maar B van de donor en mijn anti-B, dat is een probleem. Rhesus van de donor en mijn anti-rhesus, dat is een probleem. Ja? Dus let daarop dat je goed kijkt naar wie de donor is en welke antigenen de donor heeft. En de ontvanger kijkt naar de antistoffen. Dan zie ik een vraag bij Carlijn over het verschil tussen B-lymfocyten en T-lymfocyten. B-lymfocyten, die doen de cellulaire afweer. En B-lymfocyten, die maken antistoffen. T-lymfocyten, die maken geen antistoffen, maar die vallen aan met het volledige, met de volledige cel. Ik zal morgenavond bij NOS Stories, zal ik de hele BINAS-tabel over afweer, zal ik helemaal uitleggen. Maar voor nu even heel kort. Dus als je BINAS tabel 84L erbij pakt. Wat je ziet bij 84L. En ik doe even een nieuwe dia. Wat je ziet bij 84L. Het begint op de rechterpagina. Je ziet dat bovenin de eerste A-specifieke opruiming plaatsvindt. Dus wat je krijgt is een macrofaag of een dendritische cel. Die ruimen allebei eerst een antigeen op. Dat presenteren ze aan een T-cel. Dus hier zie je dat. Dat presenteren ze aan een T-cel. En een T-cel die gaat vervolgens differentiëren en kloneren. Dat betekent dat die heel veel gaat maken van zichzelf. Maar ook dat ze verschillende functies krijgen. Dus je krijgt een TC-cel. Dat heet een cytotoxische T-cel. Die gaat de geïnfecteerde cellen lek prikken. Dus die gaat op zoek naar de cellen die geïnfecteerd zijn door dit antigeen. En die gaat die lek prikken. Je krijgt een T-helpercel. En wat doet de T-helpercel? Dat zie je hier. Die activeert de B-cellen. Dus die zorgt er letterlijk voor dat de B-cellen ook mee gaan doen. Dus je ziet nu al een belangrijk verschil. Dat de T-helpercellen als eerste beginnen. En dat zij de B-cellen activeren. En je ziet natuurlijk dat de T-cel afgaat op de geïnfecteerde cel en die lek prikt. En natuurlijk ontstaan er ook T-geheugencellen. Die onthouden de antigenen voor de volgende keer, want dan kunnen ze meteen op gang komen. En je krijgt tot slot een T-suppressorcel. Dat is een cel die na afloop, wanneer de immuunreactie voorbij is, wanneer alle antigenen helemaal kapot zijn, alle geïnfecteerde cellen helemaal opgeruimd zijn, dat de immuunreactie ook stopt. Dus dat zijn de vier typen T-cellen die ontstaan. Wat doen B-cellen dan? Nou, die herkennen ook het antigeen, maar ze herkennen hem, maar ze zijn nog niet geactiveerd. Wie activeert ze dan? Dat zijn de T-cellen.
En zodra de B-cellen worden geactiveerd door de T-cellen, gaan zij ook kloneren en differentiëren. Dus er komen heel veel van en er komen twee varianten van. Namelijk de B-geheugencellen, die gaan ook de ziekteverwekker onthouden voor de volgende keer. En je onthoudt, de B-cel maakt ook plasmacellen. En de plasmacellen, die maken de antistoffen. Dus je ziet die antistoffen hier. Je hebt een soort van ei-vormpje. Iemand vroeg net, wat is het verschil tussen antistoffen en antilichamen? Er is geen verschil. We gebruiken die termen een beetje door elkaar. Ik raad jullie aan om het woord antistoffen vast te houden. En dat continu te gebruiken. Omdat dat misschien net iets duidelijker is. Ja, antistoffen. Dus wat gebeurt er? Die antistoffen die gaan de ziekteverwekker omsingelen. Dat zie je hier. En zodra die ziekteverwekker omsingeld is, wordt die opgeruimd door fagocyten. Dus dat is de afweer in het kort. Ja? Even kijken. DNA is inderdaad een stikstofhoudende organische stof. Er zijn superveel vragen. Jongens, probeer alsjeblieft al, als je echt op zoek bent naar begrippen, dat kun je heel makkelijk googlen of je kunt even in een van mijn oude video's kijken. Ik heb bijvoorbeeld een hele goede video voor HAVO-VWO over alle organellen binnen een cel en hun functies. Dus mocht je dat graag nog even willen weten, kijk dan, zoek even naar die video. Ja, die video heet cellen, organellen en hun functies. En dan zie je alle organellen onder elkaar. Mitochondriën, lysosomen, ribosomen, wat ze allemaal doen. Oké? Even kijken. Hoe zit het bij rhesus negatieve moeders die een rhesus positief kind krijgen? Iemand vroeg het net al. En ik ga er antwoord op geven, want het is wel een goeie. Ik weet niet of het op het examen komt, maar het behoort in principe tot jullie examenstof. Dus we hebben hier een moeder. Dit is haar zwangere buik. Oké, dat mogen jullie even van me aannemen. En zij is zelf rhesus negatief. En haar kindje, hier in de buik, haar kindje is rhesus positief. Dus dat is een probleem. Want de moeder maakt natuurlijk antistoffen tegen rhesus van haar eigen kindje. Dus ze valt eigenlijk de rode bloedcellen van haar eigen kindje aan. Maar dat zal niet gebeuren, want tijdens de zwangerschap komt haar bloed in principe niet in contact met het bloed van haar kind. Dus de eerste zwangerschap is er niks aan de hand. Maar wanneer komt het bloed wel met elkaar in contact? Tijdens de bevalling. Dus tijdens de bevalling krijg je dat rhesus positief bloed van het kindje met rhesus negatief bloed van de moeder. En de moeder gaat anti-rhesus maken. Maar een bevalling heet natuurlijk niet voor niets een bevalling. Het kind is al het lichaam van de moeder uit. Dus die heeft geen last van de anti-rhesus. Wie heeft er wel last van de anti-rhesus? Het kindje tijdens de tweede zwangerschap. Want diezelfde moeder, die rhesus negatieve moeder, als ze weer een kindje krijgt met rhesus positief bloed. Dus dit is weer dat kindje hier. Dan heeft ze natuurlijk allemaal anti-rhesus in het lichaam. Die moeder heeft allemaal anti-rhesus in haar lichaam. En anti-rhesus kan door de placenta heen naar het kindje toe. Naar het bloed van het kindje toe. En dat breekt dan de rode bloedcellen van het kindje af. En dat kan een probleem opleveren. En dan denk je misschien, maar waarom gaat hier dan niet het bloed van de moeder naar het bloed van het kind? Bloed mengt niet met elkaar in de placenta van de moeder en van het kind. Het stroomt alleen langs elkaar heen. Er zitten wel hele kleine gaatjes in de ruimte tussen de placenta. Maar rode bloedcellen zijn te groot om daar doorheen te kunnen. En antistoffen zijn klein genoeg om er doorheen te kunnen. Dus dat is waarom. Even kijken. Selectiedruk. Heb ik een vraag over? Goeie. Kijk eens, Marieke, die komt helemaal mooi uit. En ook Laura, dit is die vraag over selectiedruk. Bij selectiedruk gaat het erom dat er niet genoeg voedingsstoffen, niet genoeg ruimte, niet genoeg water,
niet genoeg wat dan ook is voor alle organismen om te blijven leven. Ja? Dus er is een druk op het overleven. Je kunt eigenlijk het misschien in je hoofd een beetje onthouden. Dit moet je niet op je toets opschrijven. De omgeving is te druk. En wat gebeurt er? Een paar organismen gaan dood. Oké? Dus wie gaan er dood? Degene die niet goed zijn aangepast aan de omgeving. Wie blijven er leven? Degene die wel het beste zijn aangepast. Dus onthoud natuurlijke selectie niet als de sterkste overleeft. Dat klopt niet. Het is survival of the fittest, maar niet fit als in fit boy of fit girl, maar too fit, als in passen. Dus het is het overleven van de best passende bij de omgeving. Oké? Maar als er geen selectiedruk is, als er genoeg ruimte is, genoeg voedsel, dan zullen alle varianten van de organismen het overleven. Dat is het verschil. Dus, wat krijg je nu? We hebben hier een, dit is een voorbeeldopgave over dat stukje. Het heet een seulekant, ja, zo spreken dat uit. Seulekanten zijn hele oude vissen die nu nog steeds leven. Die je bevinden die aan pootjes doen denken, hier. En ze leven op grote diepte in grotten en ze hebben weinig predatoren. Voordat een Zuid-Afrikaanse visser in 1938 een seulekant in zijn netten aantrof, dacht men dat deze vis al 70 miljoen jaar was uitgestorven. Waarom? Tot dan toe waren alleen fossielen van deze vis gevonden. Nou, die zie je, fossielen zie je hier. De exemplaren die nu leven, die zijn nauwelijks verschillend van de seulekant van 70 miljoen jaar geleden. Met andere woorden, er is nauwelijks evolutie geweest van de seulekant. Dan is de vraag, geef een mogelijke verklaring voor de trage evolutie van de seulekant. Nou, een verklaring is, er was geen selectiedruk. Ja? Er was geen druk om aan te passen. Er was geen selectiedruk en daarom evolueert hij zo traag. Leerlingen vragen, wat is dan het verschil tussen selectiedruk en natuurlijke selectie? Nou, natuurlijke selectie is alleen de best aangepaste overleven. Dus natuurlijke selectie is eigenlijk het gevolg van dat er selectiedruk is. Je kunt het een beetje vergelijken met, het is druk in de supermarkt. Dus dat is, er heerst selectiedruk. En degene die het snelst naar de kassa kan rennen, diegene kan het snelste betalen. Dus dat is natuurlijke selectie. Dus selectiedruk betekent alleen, niet iedereen kan het overleven. En natuurlijke selectie betekent de best aangepaste overleven en dan moet je het toepassen. Genetische modificatie, Laura, is het aanpassen van genen. Dus dat je daar genen gaat uithalen of juist genen gaat invoegen bij een organisme. Dus dat is niet op een natuurlijke manier, zoals evolutie dat doet, maar dat is dat dat bewust wordt gedaan. De survival of the fittest en natuurlijke selectie zijn hetzelfde. Survival of the fittest en selectiedruk zijn wel twee verschillende dingen. Selectiedruk betekent dat er überhaupt iets van een druk is. Reproductieve isolatie, die heeft niet te maken met selectiedruk. Nee, reproductieve isolatie betekent gewoon twee organismen raken van elkaar geïsoleerd, waardoor ze niet met elkaar kunnen voortplanten. Dus dat heeft niet te maken met, er zijn te weinig voedingsstoffen of er is te weinig plek. Nee, dus die twee dingen hebben niks met elkaar te maken. Ja? Zou je alsjeblieft willen stoppen met irrelevante vragen en opmerkingen maken? Want anders dan verberg ik je, waardoor je opmerkingen in ieder geval niet meer te zien zijn. Ja? Kite, die vraag heb ik al eerder beantwoord. En die vraag hebben ook mensen in de comments ook al eerder beantwoord. Dus als iemand daar nog even antwoord op zou willen stellen, anders kun je hem achteraf terugkijken. Even kijken. Dan ga ik nog even eentje die ik van tevoren had gemaakt. Dit is nog een vraag over. Dit is een vraag over stambomen. Want er werd mij gevraagd hoe je stambomen moet lezen. Dus als jullie allemaal hier ook naar benieuwd zijn, let dan alsjeblieft op. Het eerste wat je in dit geval moet weten is erachter komen of een eigenschap dominant of recessief is. Nou, hoe kom je erachter of iets dominant of recessief is?
Let op. Je gaat op zoek naar twee ouders die hetzelfde fenotype hebben. Fenotype. Die een kind hebben met het andere fenotype. Pardon. Ja, dus die een kind hebben met een andere fenotype. En kunnen we die hier in de stamboom vinden? Ja. Want we zien hier twee ouders met hetzelfde fenotype, die allebei gezond zijn. En ze hebben een kindje wat het andere fenotype heeft. Wat betekent dat dan? Dan weet je twee dingen. 1. De ouders zijn heterozygoot. Per definitie, altijd, standaard, sowieso. Okay? En de aandoening is, of de eigenschap van het kind is recessief. Dat weet je ook sowieso. Met andere woorden, het kindje zelf heeft kleine a, kleine a. Dus dat weten we in deze context ook. Stan is kleine a, kleine a. Vader en moeder zijn grote a, kleine a, grote a, kleine a. Dus dat is hoe je erachter komt of het een dominante of recessieve ziekte is. Zoek twee ouders met hetzelfde fenotype, met een kind met het andere fenotype. Hoe weet je dan of het X-chromosomaal of autosomaal is? Nou, in deze vraag is het eigenlijk makkelijk, want er staat, sterretje, bij deze personen is een afwijkend allel aangetroffen. Nou, stel dat het X-chromosomaal was, dan was dus de vader van Stan, die had een afwijkend allel, X kleine a. En de vader van Stan is een man, dus die heeft dan een Y. Maar dan zou die ziek zijn als hij dit had. En hij is niet ziek, dat zien we hier, hij heeft geen MSUD. Dus het kan nooit X-chromosomaal zijn in deze context. En zo weten we dat papa gewoon grote A, kleine A is. Nou, hoe beantwoorden we dan de rest van deze vraag? Kruisingstabelletje uiteraard. Grote A, kleine A. We vullen hem verder in. En we zien dat als het een meisje is, is het 25%. En als het een jongetje is, is het ook 25%. Want het maakt niet uit. Het is niet X-chromosomaal. Ja. Ginger Lion, nee, dat kan niet. Want wat jij zegt, dat als een van de ouders heterozygoot is en de andere is homozygoot. Homozygoot dominant, dan neem ik aan dat je bedoelt. Dus de ene ouder is heterozygoot en de andere ouder is homozygoot dominant. Maar dan zou Stan daar niet uit kunnen komen. Want Stan heeft twee kleine a's en zijn papa heeft geen kleine a. Dus dat kan niet. Als je bedoelt heterozygoot en de andere ouder is homozygoot recessief. Oké, maar dit en dit is niet hetzelfde fenotype. Want dit is het recessieve fenotype en dit is het dominante fenotype. Dus dat kan niet. Dus Henrike, ik heb net verteld waarom de ouders niet homozygoot dominant kunnen zijn allebei. Want dan kunnen ze niet dit kindje krijgen. Thomas, fijn, heel graag gedaan. En dat zou heel erg chill zijn als je door mij een 5,8 voor je bio-examen hebt. Dat is echt top. Laat het even weten achteraf, oké? Iemand vraagt naar... even kijken. Ik zie allemaal dingen. Fire Waterboy maakt een terechte opmerkingen. Door rillen beweeg je spieren en vindt er dissimulatie plaats en daarbij komt er energie vrij. Onder andere in de vorm van warmte. Dat is een goede uitleg. Goed zo. Dus het antwoord van Ilian over omdat je beweegt en beweging zorgt voor warmte. Daar krijg je inderdaad niet de volledige punten voor. Want eigenlijk moet je bij je HAVO-examen biologie bewijzen dat je biologie hebt gehad. Dus je moet goed je begrippen gebruiken. De stikstofkringloop zal ik zo meteen behandelen. Marwa vraagt, zijn er ook standaard regeltjes bij de stambomen die je altijd kunt gebruiken? Ja, dit is er één van. Ik heb net al de regel over dominant en recessief uitgelegd, dus die kan je later terugkijken. En dit is de regel over X-chromosomaal en autosomaal. Dus, stel dat de ziekte dominant is, en deze mogen jullie die screenshot, achteraf screenshot, kun je dus gebruiken. Zoek zieke vaders met allemaal zieke dochters. En
Zoek gezonde moeders met allemaal gezonde zonen. Als het allebei ja is, dan kan de ziekte X-chromosomaal zijn. Stel dat de ziekte recessief is, zoals we net hebben gezien. Deze ziekte was recessief. Dan moet je gezonde vaders zoeken met allemaal gezonde dochters. Zien we hier gezonde vaders. Dit is een gezonde vader. Die heeft een gezonde dochter. Prima. Dit is een gezonde vader. Die heeft een gezonde dochter. Prima. En hier staat zieke moeders met allemaal zieke zonen. Hebben we hier zieke moeders? Hebben we niet. Dus we kunnen hier niet zo heel veel mee. Ja? Dus wat doe je in zo'n geval? Je maakt een testkruising voor de zekerheid. Firewaterboy, je zegt de livestream lekt weer, maar dat kan... Oh, iemand zegt weer nu niet meer. Oké. Ik zie ook veel vragen over de worteldruk, ga ik ook behandelen. En jullie vroegen ook naar het zenuwstelsel, dus dit is een voorbeeldopgave over het zenuwstelsel. Het ging allemaal over een bepaalde astronaut die dan wel of niet kon zien. Ook de zwelling van de oogzenuw zelf draagt mogelijk bij aan het verminderd gezichtsvermogen bij de astronauten. De vraag is, welk proces in de oogzenuw wordt verstoord door de zwelling, waardoor het gezichtsvermogen mogelijk afneemt? Dus eigenlijk is het, wat zou er kunnen gebeuren in een oogzenuw, waardoor je tijdelijk niks kan zien? Nou, wat je dus moet weten allereerst is natuurlijk, sensorische zenuw, sowieso. Motorisch is beweging of klieren. Dus het is sowieso een van de sensorische antwoorden. Dus het is B of D. Dan moet je weten dat impulsgeleiding in een zenuw plaatsvindt. Dus we hebben hier een zenuwcel. En let op, een zenuwcel is niet hetzelfde als een zenuw. Dit is een zenuwcel. En een zenuw is een bundel van deze uitlopers. Dus dit is een zenuw. Oké? Kan er impulsgeleiding plaatsvinden in een sensorische zenuw? Ja. Kan er impulsoverdracht plaatsvinden in een sensorische zenuw? Nee, want impulsoverdracht betekent dat via een neurotransmitter, en iemand anders vroeg net ook al iets over neurotransmitters, dat er dan de impuls overgaat van de ene zenuwcel op een andere zenuwcel. Maar in een zenuw heb je alleen uitlopers en heb je dus niet cellichamen. Dus je hebt alleen impulsgeleiding in een sensorische zenuw. Mocht je nou hier meer over willen leren, ik heb hier 3 uitlegvideo's over. Die heten neurale regulatie. En de ene heet actiepotentiaal, de andere heet impulsgeleiding en de derde heet impulsoverdracht. Dan kun je dit terugkijken. Monohybride kruisingen komen zeker voor in je eindexamen, Anne. Alleen die hybride kruisingen inderdaad niet. De weg van een impuls naar de spierblom. Ik denk dat je bedoelt vanaf een zintuig naar het centrale zenuwstelsel terug naar de spier. Dus dat is zintuig naar sensorische zenuwcel. Ik kort dat even af met zenuwcel, ZC. Naar centraal zenuwstelsel. Centraal zenuwstelsel. Naar, en dit is natuurlijk een schakelcel. En hier hebben we natuurlijk ook de hersenen. En dan gaat het terug naar een motorische zenuwcel. En dan gaat het naar een spier of klier. En deze kun je ook terugvinden in je BINA's, jongens. Dit hoef je niet uit je hoofd te kennen. Dus let op. De weg van een impuls hoef je echt niet uit je hoofd te kennen. Je gebruikt daarvoor gewoon 88a. Ik was even vergeten dat die erin stond, dus je mag mijn uitleg van net gewoon een beetje negeren. Anoniem zegt, het kan toch ook motorisch zijn als de spieren niet goed kunnen samentrekken of ontspannen? Ja, maar het gaat hier om het gezichtsvermogen neemt af. Met andere woorden, iemand kan niet goed zien. En niet goed zien door de knelling van de oogzenuw heeft niks te maken met beweging in je oog. Want er staat letterlijk zwelling van de oogzenuw. Er staat niet zwelling van de oogspier, etc. Ja? Dus let erop. Er was nog een vraag. Is het goed als je dan opschrijft of iets X-chromosomaal is dat de vaders gezonde dochters hebben en moeders ziek zoon?
Blom, bij zulke vragen van is het x-chromosomaal of autosomaal, is het dominant of recessief, heb je eigenlijk twee type vragen. Bij het ene type vraag is het gewoon meer keuze. Dus dan staat er, de ziekte is autosomaal dominant, de ziekte is autosomaal recessief, de ziekte is x-chromosomaal dominant of de ziekte is x-chromosomaal recessief. Of, dat kun je niet uit de context opmaken. Dat is ook een optie, want soms kan het allebei. Of, een ander type vraag is, laat aan de hand van de afbeelding zien dat deze ziekte x-chromosomaal is. Of laat aan de hand van deze afbeelding zien dat de ziekte autosomaal is. Wat je dan doet, is je gaat één specifiek voorbeeld geven. Of je gaat inderdaad opschrijven wat jij net zei. Alle vaders hebben zulke dochters, alle moeders hebben zulke zoons, et cetera. Ja? Voor alle begripsvragen, jongens, dit kun je googlen, dit kun je opzoeken. Het verschil tussen parasympathisch en orthosympathisch, Gita, dat is... Para is voor rest and digest, dus rusten en verteren. Orthosympathisch is voor fight, flight or fight, dus dat is actie. Dus als jij net hebt gegeten, dan gaan er heel veel impulsen naar jou... vanuit je parasympathische zenuwstelsel naar je spieren, zodat je verteringsstelsel gaat werken. En tegelijkertijd gaan er juist nauwelijks activerende impulsen naar je skeletspieren, dus je, bijvoorbeeld je armspieren of je beenspieren, omdat dat juist is voor actie. Ja, vind ik een hele goede geheugensteuntje van Leila. Je kan het ook onthouden als voor de ortho, je bent bang, dus je rent weg. Ook wel actie. Goed geheugensteuntje. Even kijken. Nina, maak gebruik van Bina's tabel 88a. En ik ga ondertussen verder met een aantal vragen die ik van tevoren heb gehad. Oh. Even kijken of ik niet iets ben vergeten. Het oog heb ik gehad. Heel veel lege ruimte. Dan hebben we concentratieverandering in de nieren. Firewaterboy, je vraagt over vezelvloeistof, lymfe en invloed van bloeddruk. Ga ik ook uitleggen. Ik hoop dat je even geduld hebt, zodat mensen ook hun ingestuurde vragen van tevoren beantwoord kunnen zien. Eerst over de nieren. Deze hebben jullie ook allemaal nodig. Wat gebeurt er in de nieren? Let op. We beginnen hier in de glomerulus. Dus dat kluwen van haarvaten. Wat is er aan de hand in de glomerulus? Daar is een hele hoge bloeddruk aanwezig. En door die hele hoge bloeddruk wordt het bloedplasma eruit geperst. Uit die bloedvaatjes geperst. Uit die haarvaten. En dat bloedplasma, zodra het uit de bloedvaten is, heet het natuurlijk geen bloedplasma meer. In dit geval heet het voorurine. Dus dat komt hier terecht in het kapsel van Bowman. Dus dat wordt daar opgevangen. Voorurine, ongeveer 180 liter per dag. Maar daar zit behalve heel veel water, zitten er ook heel veel mineralen in, zoals natrium en chloride-ionen. En er zit ureum in, en er zit glucose in, en er zitten aminozuren in. Daar zitten dus ook heel veel stoffen in die je nodig hebt. Zoals glucose en aminozuur, die ga je niet zomaar uitplassen. Dus die ga je terughalen. En dat terughalen, dat noemen we terugresorptie. Want, waarom heet het terugresorptie? Je hebt het eigenlijk van je inwendig milieu, bloedplasma, heb je het naar je uitwendig milieu, je voorurine. En nu ga je het weer terughalen in je inwendig milieu. Daarom heet het terugresorptie. En hoe doen de nieren dat? Nou, ze gaan eerst actief natriumchloride opnemen. Sorry, dit is trouwens Bina's tabel 85. A of C? C. Dus dit hoef je ook niet uit je hoofd te kennen, dit kun je zien in 85C. En wat zie je in 85C? Je ziet twee type pijlen. Je ziet rode pijlen en je ziet zwarte pijlen. Rode pijlen, dat is actief transport. Zwarte pijlen, dat is passief transport. Ja? Let daarop. Daarmee kun je vragen soms beantwoorden. Dus wat doen de nieren? En dan ga ik zo meteen het bruggetje maken naar worteldruk. Je gaat eerst actief natriumchloride terughalen met actief transport. Dat kost dus energie.
En doordat je natriumchloride terughaalt, dat komt dus hier als we kijken op het scherm, je ziet die natriumchloride, het gaat naar deze ruimte om de nierbuisjes heen. Je krijgt een hele hoge osmotische waarde daar. Ja, dus in de ruimte rondom de nierbuis krijg je een hele hoge osmotische waarde. Door die hoge osmotische waarde gaat er nu passief water vanaf de nierbuisjes naar de ruimte eromheen. Dus twee stappen om water terug te resorberen en natriumchloride terug te resorberen. Eerst natriumchloride naar de weefselvloeistof rondom de nierbuisjes heen. Daardoor creëer je een hoge osmotische waarde en water volgt passief door osmose. Dat is het. Ja? Wat krijg je? Dit is dus, lijkt heel erg op hoe worteldruk werkt. Daar vroegen jullie ook naar. Want wat gebeurt er in wortelharen? Stel dat dit een wortelhaar is. Neem maar even van mij aan. Daar doet de plant eigenlijk hetzelfde. De plant, dit is de grond, hè? Dus dit is de bodem. Dit is de boom. Zo, hè, boom. En dit zijn allemaal wortelharen. Wat doet de plant? Die gaat eerst actief mineralen opnemen. Ja, actief nitraat, actief fosfaat, PO32- geloof ik uit mijn hoofd. Dus dat allemaal actief. Actief, actief, actief. Ik zal dat ook even hier een rode paal geven, dan blijft het voor jullie duidelijk. Rode paal actief. Door het actief opnemen van die mineralen, wat gebeurt er? Je raadt het al. De osmotische waarde in de wortelharen wordt heel hoog. Dus, wat volgt er door passief transport? Water. En zo heb je water en mineralen in de wortels. En doordat water en mineralen zeg maar, steeds opbouwt, steeds meer wordt, krijg je een bepaalde druk in de wortels. En dat is wat we worteldruk noemen. Ja? Yes, hoge concentratie ADH, meer terugresorptie, meer water terug vanuit de voorurine. Dus een heel sterk geconcentreerde urine. En het omgekeerde klopt ook. Heel goed. Elise, daar is inderdaad een video over. Over wat je wel en wat je niet moet weten over DNA. Kijk even in een van mijn laatste video's. Daar zie je dat ik het examenprogramma van HAVO Bio uitleg. RAF, biologie, VMBO-T bespreking is gisteravond geweest. Ik weet dat jullie morgen hebben. Ik heb gisteravond een livestream gehad van 2 uur lang. Dus ga even terugkijken. Ik heb superveel vragen gisteren beantwoord. Ik denk zeker dat je daar wel wat aan hebt. Dat je daar nog wel wat kan leren. Dus neem dat alsjeblieft ook terug. Worteldruk heb ik uitgelegd. Nier heb ik uitgelegd. Oh ja, weefselvloeistof. En CM vraagt, verplaatsen neurotransmitters zich via weefselvloeistof? Het antwoord is... Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat is een hele... Ik heb daar zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Zijn ze... Mijn antwoord zou zijn nee. Maar ik kan geen goede reden geven waarom, zie hem. Maar ik ga jullie wel uitleggen hoe weefselvloeistof wordt gevormd. Even kijken. Weefselvloeistof, jongens, ook die staat gewoon in je BINAS. En dat is BINAS tabel 84... G. Zie hem, dat klopt. Neurotransmitters is niet via het bloed. Neurotransmitter is letterlijk vanaf zenuwcel. Dus dit is het uiteinde van een zenuwcel. En dan heb je hier een presynaps. En dan heb je hier een postsynaps. Dit is ook wel 88 G. Ja, daar kun je zien impulsoverdracht. En presynaps en dan heb je hier postsynaps. En wat je dan krijgt is... Hier komen de neurotransmitters. Oh, hier zitten de neurotransmitters opgeslagen van tevoren. En die komen dan vrij in die synaptische spleet.
Dus je krijgt hier de neurotransmitters. En hier heb je dan kleine receptoren. En die binden dan de neurotransmitters. Dus niet via het bloed. Ik denk dan eerder dat het via het weefselvlies zou zijn. Maar nogmaals, mijn gevoel zegt me nee. Ik kan alleen niet goed uitleggen waarom. Lela heeft weer een goed ezelsbruggetje. ADH noemt zij ook wel het antiplashormoon. Ook al heet het het antidiuretisch hormoon. Ik vind dat weer een heel goed ezelsbruggetje van haar. Dus ADH... antidiuretisch hormoon kun je ook wel onthouden als antiplashormoon. Echt super. Dankjewel voor je bijdrage en de toevoeging. Je helpt de rest echt. Even kijken. Weefselvloeistof, daar was ik. Dus, 84G. Pak hem allemaal er even bij, alsjeblieft. Pak even 84G erbij, dan ga ik jullie uitleggen hoe weefselvloeistof vormt. Let op, je hebt zowel de bovenste nodig en de onderste. Weefselvloeistof komt tot stand door twee typen krachten, als het ware. De bloeddruk en de colloïd-osmotische druk. De bloeddruk is natuurlijk de druk van het bloed op de bloedvatwanden. Dus letterlijk hoeveel bloed er in de bloedvaten zit, die drukken tegen de wanden aan. Dus dat is een wegduwende druk. Omdat ze tegen de wanden aandrukken... wordt bloedplasma eruit geperst. Dan hebben we de colloïd-osmotische druk. En die wordt veroorzaakt door eiwitten in het bloed. Oftewel bloedeiwitten. Een voorbeeld daarvan is albumine. Dat is een bloedeiwit. En eiwitten die zorgen juist voor een aanzuigende druk. Waarom? De colloïd-osmotische druk die lijkt dus heel erg op de osmotische waarde... En water gaat natuurlijk naar een hoge osmotische waarde. Dus je ziet deze twee drukken hier in deze afbeelding weergegeven. Je ziet dat de bloeddruk een kracht is naar buiten van het bloedvat. En je ziet de colloïd-osmotische druk in het bruin. Dat is een kracht naar binnen. Dus wat gaat er met het bloedplasma gebeuren? Want de ene zegt, oké, bloedplasma naar buiten. De ander zegt, oké, vocht naar binnen. Wat er gaat gebeuren is het netto van die twee. Dus... geldt aan beide kanten. Netto van die twee, dat is wat er gaat gebeuren. Netto van die twee, dus de bloeddruk naar buiten is groter dan de aanzuigende druk naar binnen. Dus bloedplasma wordt naar buiten geperst. En vanaf het moment dat het buiten de haarvaten zit en in de weefsels, heet het weefselvloeistof. Nu is het zo dat aan het uiteinde van een haarvat... wanneer het bijna naar een ader toe gaat, is natuurlijk de bloeddruk laag. Dat weten jullie. Aders hebben een lage bloeddruk. Dit is Bina's tabel 84G. Aders hebben een lage bloeddruk. Dus wat krijg je? De osmotische waarde, de colloïd-osmotische druk, is nog steeds hetzelfde. Waarom blijft de osmotische druk hetzelfde? Die eiwitten, zoals albumine, die gaan de haarvaten niet uit. Die blijven daar zitten. Waarom blijven ze daar zitten? Ze zijn te groot om door de openingen in de haarvaten te kunnen. Dus die albumine blijven rustig chillen in de haarvaten. En omdat ze daar rustig blijven zitten, blijft de colloïd-osmotische druk constant. Dus aan het einde van zo'n haarvat zie je nu dat de bloeddruk lager is dan de colloïd-osmotische druk. Dus de colloïd-osmotische druk wint. En daardoor krijg je resorptie van weefselvloeistof. Ja, dus daardoor gaat weefselvloeistof weer terug naar de haarvaten. En zodra het in de haarvaten zit, heet het weer bloedplasma. Je kunt het ook aan de hand van de grafiek zien. Ik ga zo meteen in de live uitleggen wat ADH doet. Oké? Want ik zie dat er heel veel vragen over zijn. En ik zie ook dat er heel veel gesprekken over zijn. Dus ik doe het even zo meteen live. Dan kunnen jullie het misschien iets beter volgen dan... in de chat, want ik heb nu het gevoel alsof ik hier voor niemand sta uit te leggen, terwijl jullie een discussie onderling hebben. Dus, let op, je kunt het ook zien aan de hand van deze grafiek hieronder. De rode lijn, dat moet de bloeddruk voorstellen. Je ziet dat die aan het begin van een haarvat heel hoog is, dat is vlakbij het slagadertje. En aan het einde van het haarvat, dus vlakbij het adertje, is de bloeddruk laag. Je ziet in de stippenlijn, zie je de colloïd-osmotische waarde, die blijft constant. Dus het verschil tussen die twee, dat is wat er gebeurt met het vocht. Bloeddruk hoger dan colloïd-osmotische waarde, filtratie. Het staat letterlijk in de grafiek, dus kijk ernaar. Bloeddruk hoger dan osmotische waarde, filtratie. Dat betekent bloedplasma wordt eruit geperst. Colloïd-osmotische druk hoger dan de bloeddruk, resorptie.
vocht wordt teruggehaald. Jammer, ultrafiltratie heb ik net uitgelegd in het kapsel van Bowman. Dus als ik zo meteen deze live ga publiceren, dan kun je hem terugkijken. Ja? En T- en B-lymfocyten. Jill, ik weet niet welke video je hebt gekeken, maar ook in deze live heb ik T- en B-lymfocyten uitgelegd net. Dus ik ga niet herhalen, want het is voor de mensen die al vanaf het begin kijken, is dat natuurlijk heel vervelend. Dus je kunt vanaf het moment dat ik deze ga publiceren, over ongeveer 3 kwartier, kun je het rustig terugkijken. En mocht het dan nog niet duidelijk zijn, morgenavond ga ik live bij NOS Stories en ook dan ga ik hem uitleggen. Ja? Dus genoeg kansen of je kijkt deze live terug of je kijkt morgenavond naar mijn live. Oké, dan. Nogmaals, er is heel veel gevraagd over ADH, zag ik in de chat. Dus even voor alle duidelijkheid. ADH is het antidiuretisch hormoon. Wat doet ADH? Die bevordert, of stimuleert, bevordert de terugresorptie. Dus we hebben die nierbuisjes. Wat doet ADH? Die zorgt ervoor dat er meer water terug naar weefselvloeistof gaat. En natuurlijk vanuit weefselvloeistof terug naar de bloedvaten. En iemand vroeg net ook wat voor invloed heeft dan ADH op de bloeddruk. Nou, als jij heel veel water terughaalt uit de nierbuisjes. En dat water, heel veel volume, komt in de bloedvaten terecht. Dan zorg je dus voor een hoog bloedvolume. En hoe meer water er in de bloedvaten zit, hoe harder dat volume tegen de wanden drukt. Dus de bloeddruk gaat omhoog. Ja? De bloeddruk gaat omhoog. Dat is wat er gebeurt met ADH. Dus die bevordert de rugresorptie. Ja? Willen jullie alsjeblieft geen vragen onderling beantwoorden als er een vraag is met welk onderwerp is belangrijk? Want mensen gaan dan misschien bepaalde onderwerpen niet meer leren. En dan zul je net zien dat dat een onderwerp is wat op het examen terugkomt. Ook ik doe daar geen uitspraken over. Ja? Want anders ga je die bepaalde dingen niet meer leren. En dan is het achteraf, ja maar er is gezegd. Dus alle onderwerpen zijn belangrijk. Ga alsjeblieft kijken naar het examenprogramma, de video over HAVO die ik heb gemaakt. Dan kun je zien welke onderwerpen je allemaal moet kennen. Stefan, heel graag gedaan voor de mensen vanavond die kijken. Je ziet het, vorige week heb ik een VWO-examenstream gehad. Mensen hebben er superveel aan gehad. Stefan zegt dat hij sowieso een dikke 7 heeft, met dank aan de stream. Dus ik ga lekker verder met de HAVO-stream. Dan kunnen ook deze mensen genieten van een heel hoog cijfer voor hun komende HAVO-examen. Dankjewel Stefan, leuk dat je het even laat weten. Oké. Wie heb ik? Kiara, welke functies hebben verschillende aminozuren? Dat is geen typische vraag. Dat is niet iets wat je moet kennen. Je moet wel weten welke functies eiwitten kunnen hebben. Transporteiwitten, ze kunnen enzymen zijn, ze kunnen bouwstoffen zijn, etc. Dus niet welke functies hebben verschillende aminozuren, want dat hoef je niet te weten. Siham, ik weet dat ik morgenavond T- en B-lymfocyten ga bespreken. En de rest moet je morgen maar even lekker kijken. Koolstofkringloop en stikstofkringloop, Floor. Wat ik ga doen, Floor, en de rest die ook heeft gevraagd om Binastabel 93G. Oh. Ik ga de stikstofkringloop alleen uitleggen. Waarom? Stikstofkringloop is ingewikkelder dan de koolstofkringloop. Dus als je de stikstofkringloop kan volgen, dan kan je op eigen houtje de koolstofkringloop nog terugkijken. Plus, ik heb 2 video's op mijn kanaal waarin ik de koolstofkringloop en de stikstofkringloop uitleg. Dus die kun je ook even terugkijken. Even kijken, 93G allemaal. Blom? Nee, door ADH wordt er water uit de voorurine opnieuw opgenomen. Alleen water. Niet stoffen, water. Ik weet nou niet of je deze vraag stelt om me een beetje voor de gek te houden. Of dat je het oprecht nog niet begrijpt. Maar door ADH wordt alleen water uit de voorurine terug opgenomen. Oké, 93G. We zien hier... Wat doe ik nou?
het eentje verder, sorry. Willen jullie alsjeblieft niet spammen in de chat, want ik raak afgeleid en ik denk dat er belangrijke vragen worden gesteld, maar jullie zijn elkaar gewoon aan het, ja, yeah, I don't know. Oké, 93G, we beginnen bovenaan. We beginnen bij de gasvormige stikstof, N2. Iemand net vroeg ook wat is het verschil tussen deammonificatie en iets anders. Dat ga ik ook uitleggen. Je begint bij N2 en dat is gasvormige stikstof en dat moet gebonden worden in een vaste vorm stikstof, zodat uiteindelijk planten dat kunnen opnemen, want planten kunnen geen gasvormige stikstof opnemen. Dus je ziet hier dat vanaf N2 loopt er een pijl via bacteriële stikstoffixatie naar NH3 en vanaf NH3 uiteindelijk naar planten. Wat is bacteriële stikstoffixatie? Dat is dat N2 dus wordt omgezet in NH3 en de knolletjesbacteriën die doen dat. De knolletjesbacteriën moet je kennen. Ja, die doen dus aan stikstoffixatie. Nou, NH3 kan door planten worden opgenomen. Planten nemen NH3 op uit de grond. We zagen dat net al. Mineralen zijn dat via actief transport. En planten die nemen ook nitraat op uit de grond. Waar komt nitraat dan in godsnaam vandaan? We zien hier nitraat. Wordt vanuit N2 gemaakt. Gasvormige stikstof. En er zijn 4 manieren om nitraat te maken uit N2. Dat is met bliksem, verkeer, ozon en de industrie. 4 manieren om stikstofoxide te maken, NOx. NOx is gewoon een verzamelnaam voor NO2, NO3, etc. Ja, en daaruit komt dus NO3 uiteindelijk. Goed. Gita, je hoeft al die afkortingen niet uit je hoofd te kennen. Maar zorg ervoor dat je deze BINAS-tabel kan lezen. Want NO3 hoef je niet uit je hoofd te kennen, maar er staat hieronder nitraat. Dan, nitraat en NH3 worden door de planten opgenomen. De planten die doen daar stikstofassimilatie mee, dus die maken hun eigen organische stikstofverbinding ervan. De planten die worden opgenomen natuurlijk, die kunnen worden opgenomen door consumenten. Dat zien we in de blauwe vakjes. En als de consumenten dood zijn, dan worden zij natuurlijk verteerd door rottingsbacteriën. Dat zien we hier bij ammonificatie. En als zij dus dood zijn, worden ze verteerd en dan wordt er ammoniak gemaakt van de stikstofverbindingen in consumenten. Ammoniak gaat vanzelf om in ammonium, dus NH3 gaat vanzelf om in NH4+, in een waterige omgeving. Dus dat heeft niet per se een naam. Vanaf NH4+, ammoniumionen, kun je 2 processen krijgen. Of je krijgt nitrificatie, of je krijgt ammonificatie. Je krijgt nitrificatie. Dat zeg ik verkeerd. Je krijgt van NH4+, krijg je eigenlijk alleen nitrificatie. Dat houdt in dat er vanaf ammonium via nitriet nitraat wordt gemaakt. Nitrietbacteriën, die maken nitriet. Nitraatbacteriën, die maken nitraat. Ja? Wat ammonificatie daarnaast is, is dat nitraat wordt omgezet in ammonificatie. Wat je moet weten eigenlijk van deze tabel zijn een aantal dingen. Dat je die pijlen goed kan volgen. Dat je weet dat de processennamen bij de pijlen staan. Dat je weet dat de organismen die dat doen achter de haakjes staan. En dat je weet dat de gele vakjes allemaal anorganische stikstofverbindingen zijn. Dus de gele vakjes zijn allemaal anorganische stikstofverbindingen. Het groene vakje zijn de producenten. Het blauwe vakje consumenten. Het bruine vakje reducenten. Ja. Gewoon de Mexican citroenzuurcyclus hoef je inderdaad niet uit je hoofd te kennen voor het eindexamen. Je moet alleen weten dat de citroenzuurcyclus uiteindelijk heel veel ATP oplevert. Ja. Of dat het heel veel NADH en FADH2 oplevert. Dus dat is hoe je de stikstofkring loopt. Ik zal hem even afmaken, want wat zien we nog meer? Planten kunnen natuurlijk ook verteerd worden door rottingsbacteriën, dus dan ontstaat er ook ammoniak. En reducenten die kunnen, dat had ik al gezegd, reducenten die breken ook organisch materiaal af. En daarnaast zien we hier
dat consumenten ook door die simulatie ureum kunnen maken, of urinezuur. Dus dieren die plassen, wij mensen die plassen, er zit ureum in. Ureum is een stikstofhoudende verbinding. En dat kan dus door andere bacteriën ook weer geammonificeerd worden. Dan heb je weer ammoniak, ammonium, nitriet, nitraat. En dat kan de plant weer gebruiken. Dus als een hond plast tegen een boom aan, dan is dat wel goed voor de plant. Wat kan er nog meer gebeuren? Vanaf ammoniak kun je gasvormige stikstof krijgen. Dat heet deammonificatie. Daarnaast zien we vanuit nitraat kan er ook gasvormige stikstof ontstaan. Dat heet denitrificatie. En dat zijn alle verschillende processen in de stikstofkringloop. Ziehem, ureum is een stikstofverbinding in de mens. Dat klopt. Daarnaast is DNA een stikstofverbinding in de mens. Aminozuren zijn stikstofverbindingen in de mens. Dus ook eiwitten zijn stikstofverbindingen in de mens. Ja, dat eigenlijk. Ben vroeg, wat zijn de grijze vakjes? Goed punt, geen idee. Grijze vakjes. Ja, die is alleen voor ureum. Oh, dat zijn anorganische stoffen. Grote anorganische stoffen zijn er, denk ik. Niels, wat is handig om te leren over de verschillende hormonen, aangezien je de functies en locaties in de BINAS kunt vinden? Heel veel oefenen met examenopgaven over hormonen. Zodat je weet, stimuleren van dit zorgt voor bevorderen van dit. Minderen van dit zorgt voor minderen van dat. Gita, nee, stikstof is helemaal geen afvalstof of slechte stof. Het is gewoon een element. En dat heb je nodig, want anders heb je geen eiwit, heb je geen aminozuur, heb je geen juf aminozuur. Heb je geen, heb je letterlijk geen bouwstoffen voor je lichaam. Colin, ik zie je vraag meerdere keren voorbij komen. Hoe kan je goed het verschil uitleggen tussen systolen en diastolen? Systolen samentrekken, diastolen ontspannen. That's it. Systolen samentrekken, diastolen ontspannen. BNT-lymfocyte Kai heb ik al uitgelegd. Je kan deze video over een half uur ongeveer terugkijken, want dan ga ik hem publiceren. Ilian vraagt, moet ik bij die tabel altijd bij NO3 beginnen? Ik begin eerlijk gezegd altijd bij gasvormige stikstof, bij het uitleggen. Maar je kunt in principe overal beginnen, want ja, het is een beetje afhankelijk van de vraag die je krijgt. Bovendruk, onderdruk. Oké. Het hart heeft 3 fasen. Dus als jullie allemaal even 84, denk ik, erbij pakken uit mijn hoofd. Hier, we zien hier 84 D1, zien we de hartcyclus. En in de hartcyclus hebben we de eerste fase, dan trekken de boezems samen. Ja? Dus alleen de boezems gelijktijdig, zowel de linker als de rechter boezem trekken samen. Daardoor wordt het bloed naar de kamers gepompt. En terwijl de boezems samentrekken, zijn de kamers natuurlijk ontspannen, zodat ze al het bloed kunnen ontvangen. De tweede fase is kamersystole. Dus nu gaan juist de kamers samentrekken en die duwen, die pompen het bloed weg naar boven. En de boezems zijn dan even ontspannen. Dus wat gebeurt er als de kamers samentrekken? Ze pompen het bloed weg richting longslagaders en de aorta. De derde fase is kamersdiastole en boezemdiastole. Oftewel, het hele hart is ontspannen. Het hart heeft een hartpauze en het vult zich langzaam aan met bloed. Dan vroegen jullie ook naar de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk en de onderdruk wordt gemeten in de armslagader. De bovendruk is de bloeddruk in de armslagader tijdens de kamersystole. Want dat is een veel grotere kracht, omdat dat bloed een veel grotere afstand moet afleggen. Dus dat, daarom heet het bovendruk, het is hoger. En de onderdruk, dat is de bloeddruk tijdens de boezemsystole. De boezems trekken samen, dat zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde druk, maar die is kleiner, want de boezems hoeven alleen het bloed letterlijk een paar centimeter naar beneden te duwen. Dus zo kun je de 2 onthouden. Ja, dus om Nout's vraag te beantwoorden, waarom is de linkerkamer gespierder? Jullie geven goede antwoorden, maar let op. Gebruik daarbij de volgende woorden, omdat de linkerkamer het bloed over een grotere afstand heen moet pompen.
Ja, als je zegt grotere afstanden, laat je zien dat het te maken heeft, kracht heeft te maken met afstand. Ben vraagt, op het examen komt de 4-puntenvraag, heeft u idee wat dat kan zijn? Goed punt. Ik heb geen idee. 4-puntsvraag, dat zou een evolutievraag kunnen zijn. 4-puntsvraag, wauw. Dat was me nog niet eens opgevallen. Het zou een evolutievraag kunnen zijn, of het zou een heel ingewikkeld schema invulvraag kunnen zijn. Zoiets. Ik ben benieuwd. Als de boezem samentrekken, stroomt het bloed niet terug naar holle ader. Het bloed uit de rechterkamer gaat inderdaad naar de kleine bloedsomloop, Romein. Nora, dat hoef je niet uit je hoofd te weten. Wanneer de verhouding boven onder druk slecht of gevaarlijk is. Wat je wel ongeveer mag weten is, gemiddelde druk is 120-80. Dus 120 boven druk, 80 onder druk. Dit kun je trouwens ook in je BINAS vinden. Ook iets van 84. Je ziet dat hier. Even kijken, waar zie je dat? Nee, laat maar. Ik wil jullie nog even op een andere BINAS tabel wijzen. Die ook heel handig is. En dat is BINAS tabel 84J. Want jullie kennen allemaal 84L. Maar jullie kennen niet 84J. En in 84J 2, 3 en 4 kun je de specifieke afweer en de A-specifieke afweer precies zien. Dus als daar een vraag over komt van, oh, welke horen bij A-specifiek en welke horen bij specifiek, dan kun je dat letterlijk vinden in BINAS tabel 84J 3. En als ze vragen, wat zijn voorbeelden van A-specifieke barrières, dat zie je in BINAS tabel 84J 2. Dus jullie zitten allemaal met elkaar te kletsen in de chat, dat is heel goed, maar dan hebben jullie misschien een hele belangrijke tip van mij gemist. Ja? Dus, BINAS tabel 84J3, niet specifiek en specifiek alweer. En BINAS tabel 84J2, over verschillende vormen van een niet specifiek alweer. Uitrofiëring is inderdaad sterke toename van mineralen in water en kai. Dat moet je inderdaad wel kennen voor je eindexamen. Zijn er dan nog vragen die ik heb gemist? Ik ga even kijken wat ik vond. Oh ja, voedselketens. Die komen ook redelijk vaak voor in de examens. Dus zorg ervoor dat je je voedselketen altijd begint met een producent. En nadat je een producent hebt, bijvoorbeeld een eik, dat is een boom, heb je natuurlijk je consumenten. En dat gaat van eerste orde naar tweede orde naar derde orde, et cetera. Dus de producenten, waarom heten ze zo? Die produceren organische stoffen. Dus we hebben de eik en dan gaan we door, bijvoorbeeld bladluis. En dan gaan we door, bijvoorbeeld lieve heersbeestje. Ik schrijf even op LHB, lieve heersbeestje. En het lieve heersbeestje wordt opgegeten door een merel. En de merel wordt opgegeten door een havik. Waar moet je op letten bij het maken van een voedselketen? Zorg ervoor dat je elk organisme zijn eigen plekje en zijn eigen pijl geeft. Zorg ervoor dat je de pijl, de richting op tekent waarin de energie gaat, dus de energie uit de eik, want die heeft natuurlijk heel veel energie, die gaat naar de bladluis. Dus Romaisa, je vraagt, voedselweb op de dag gaan altijd bij jou fout. Dit zijn de tips. Ja. Teken de pijlen, geef elk organisme zijn eigen plekje en zijn eigen pijl. Teken de pijlen in de richting van de energie. Dus de energie van de eik gaat naar de bladluis. Energie van de bladluis gaat naar het lieve heersbeestje naar merel, merel naar havik. Heel belangrijk. 2. Stop pas als je de laatste consument hebt bereikt. Dus als je ziet in de tekst dat er nog staat, oh, de havik wordt ook opgegeten door de mens. Nou, dan heb je pas als laatste de mens. Dus stop pas als je het einde hebt bereikt. Producenten inderdaad altijd als eerst. Meer video's. Het spammen is niet echt functioneel voor. Ik heb de gebruiker verborgen. Dus jongens. Dus dit is hoe je een voedselketen. Daarnaast, wat leerlingen ook heel vaak fout doen, is dat ze in plaats van de naam van de soort, dus merel, dat is de naam van de soort, schrijven ze op kuikens. Want dan staat er in de tekst, de kuikens van de merels eten lieve heersbeestje. Maar kuikens betekent alleen dat het baby merels zijn. Letterlijk baby merels. Dus schrijf de naam van de soort op en niet het levensstadium. Of een ander voorbeeld.
larven. De larven van een snuitkever. Nou, de larve betekent ook gewoon een bepaald stadium in het leven. Dus je schrijft niet op larven van de snuitkever, maar je schrijft op snuitkever. Dus altijd de naam van de soort opschrijven. En als je die tips volgt, dan zul je een goede voedselketen kunnen tekenen. Alyssa, gekoppelde genen moet je alleen kunnen uitleggen, maar je hoeft geen kruisingen te kunnen doen met, met gekoppelde genen. Ja? Dus, gekoppelde genen wel weten wat ze zijn, namelijk genen die op hetzelfde chromosoom liggen, maar je hoeft er geen kruisingen mee te kunnen maken. Ja? Rekenen met hartslagfrequentie en hartslagvolume. Hartminuutvolume is inderdaad hartslagvolume keer hartslagfrequentie. Dus, schrijf even op. Hartminuutvolume is HF keer slagvolume. Wat betekenen deze? Dit is de hoeveelheid bloed die het hart in 1 minuut wegpompt. Bijvoorbeeld 25 liter per minuut, ik zeg maar wat. Hartslagfrequentie is het aantal hartslagen per minuut. En het slagvolume is hoeveelheid bloed per slag. En zo heb je je hartminuutvolume. Jan, je vraagt naar sensorische zenuwcel en motorische zenuwcel. Die heb ik ook aan het begin van deze live uitgelegd. In het kort, sensorische zenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel. En motorische zenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren. Colin vraagt, wanneer behoren organismen tot één ecosysteem? Dus behoren bijvoorbeeld alle bomen en planten in het park tot hetzelfde ecosysteem? Dat past mooi bij deze vraag. Let op. We hebben eerst een soort. Dat moet je weten. Een soort, dat is wanneer twee individuen onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Terwijl twee organismen kunnen onderling vruchtbare nakomelingen krijgen, dan behoren ze tot dezelfde soort. Een groep van dezelfde soort in hetzelfde gebied of in een bepaald gebied, een bepaald begrensd gebied, dus ze moeten grens hebben en ze moeten allebei binnen die grens leven, dat noemen we een populatie. En dan hebben we ecosysteem. En een ecosysteem, dat is alle populaties, met andere woorden alle levende organismen, in een bepaald gebied. Dus alle populaties in een bepaald begrensd gebied, plus abiotische factoren. Ja? Björn, je vraagt wat de fotosynthese is. Je hebt morgen examen. Dat betekent dat je VMBO-examen doet. Ik heb gisteravond de live Q&A voor VMBO gedaan. Dus ga naar mijn YouTube-kanaal. Ik heb een live van 2 uur lang. Kun je rustig. Ik leg fotosynthese ook uit, jongen. Dan kun je rustig fotosynthese uitgelegd krijgen van mij. Geen paniek. Komt goed. Kijk naar die live. En dan leer je al heel veel. Dus heel veel succes, Björn. Björn, ook voortplanting. Dat kun je op mijn kanaal vinden. Daar heb ik een hele playlist over. Komt helemaal goed. Blom, niet op reageren. Dat is een leerling die VMBO doet. Dus die moeten wel voortplanting kennen. Ja? Even kijken. Dan vroeg iemand van tevoren ook wat biomassa is. Trouwens, Nout, ik wil graag weten of ik je vraag heb beantwoord. Over... wat, even kijken. Over wat een ecosysteem is. Oh nee, sorry, dat was Colin. Colin, ik hoop dat het duidelijk is. Laat het alsjeblieft even weten. Dan. Wat is biomassa? Biomassa is de hoeveelheid of de massa van de organische stoffen in droog gewicht. Per oppervlakte per jaar. Dus biomassa is droog gewicht van organische stoffen in kilogrammen of grammen of whatever per bijvoorbeeld hectare, per jaar of per dag of wat dan ook. Ja? Mickey Roos vraagt, wat zijn de grenzen van een ecosysteem? Denk aan natuurlijke grenzen. Bijvoorbeeld een sloot. Dat is natuurlijk een natuurlijke grens. Binnen in de sloot heb je dan een bepaald gebied, maar ook
ja, het heideveld wat door de sloot omringd wordt, dat is natuurlijk ook een begrensd gebied. Dus even, daar moet je gezond verstand even gebruiken. Floor, wanneer behoort iets tot dezelfde soort en wanneer tot hetzelfde geslacht qua namen? Goeie. Ga ik zo beantwoorden. Eerst maak ik deze even af. Wat zijn consumenten? Consumenten zijn organismen die producenten consumeren. Dus dieren, per definitie. Consumenten zijn dieren. Wat zijn reducenten? Reducenten zijn organismen, onder andere bacteriën en schimmels, die organisch materiaal afbreken tot anorganisch materiaal. Dat zijn reducenten. Die breken organisch materiaal af tot anorganisch materiaal en daar leven ze van. Ben Balts hoef je niet te weten, want dat hoort bij gedrag. En gedrag is geen onderdeel van jullie HAVO-examen. Ilian Biomassa staat inderdaad in het woordenboek, maar let op. De definities die in jullie woordenboeken staan van Nederlands zijn niet altijd hetzelfde als de definities die je volgens de biologie moet kennen. Dus pas daarmee op. Virussen zijn niet levende organismen. Het zijn geen organismen. Ja, dus virussen zijn dragers van DNA of RNA. Dus ze zijn dragers van genetisch materiaal, maar ze zijn niet organismen. De kans dat je die krijgt is heel klein. Maar mocht je hem krijgen, zoek dan even de formule op in je boek. Ik weet niet of je nectar of biologie voor jou hebt. Maar zoek dan de formule even op. Onthoud even de formule. Maar ik zou daar nu niet je al te druk om maken. Zul je net zien dat morgen juist die... Maar goed, dan mis je 2 punten. Geen probleem. Nee, Fire Waterboy. Dat is niet makkelijker om te begrijpen. Dat is fout. En daarmee gaan mensen foute dingen zeggen op een examen. Virussen zijn dragers van erfelijk materiaal, maar het zijn geen organismen. Even kijken. Wat maken we nog meer? Kringlopen die je moet kennen. Stikstof- en koolstofkringloop. Floor, jouw vraag. Wanneer behoort iets tot dezelfde soort en wanneer behoort iets tot hetzelfde geslacht? Let op. We hebben altijd een binaire naamgeving. Dus die bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is de geslachtsnaam. En het tweede deel is de soortsnaam. Organismen behoren alleen tot dezelfde soort als deze allebei hetzelfde zijn. Allebei. Niet alleen de soortsnaam, allebei. Dan denk je, maar dan is het toch precies hetzelfde dier? Nee, want stel je hebt Panthera, Leo en dan soms doen ze een beetje moeilijk maken. En dan zetten ze hier nog een woord achter, bijvoorbeeld Panthera, Leo, Rocha en Panthera, Leo, Azul. Dan zeggen ze, behoren ze tot dezelfde soort of niet? Nou, de soortsnaam is Leo. Panthera is geslachtnaam, is allebei hetzelfde. Dus het behoort tot dezelfde soort. Wanneer behoort het tot hetzelfde geslacht als ze deze gemeenschappelijk hebben? Bijvoorbeeld Panthera Leo en Panthera Tigris. Je ziet Panthera Panthera, hetzelfde geslachtsnaam. Tigris Leo, niet hetzelfde soortsnaam. Dus ze behoren tot hetzelfde geslacht. Alsjeblieft. Amitaf, geen stress. Ik ga hem achteraf uploaden. Iemand vraagt abiotisch of biotisch. Ik weet niet wat je bedoelt. Nout vraagt, spreekt u toevallig Spaans? Letterlijk deze 2 woordjes en nog 2 andere woordjes. Sophie zegt, Azul en Rocha maken niks uit. Ik heb net even wat verzonnen. Ze kunnen in het examen kunnen ze er verschillende varianten van maken. Bijvoorbeeld ze zeggen, er bestaat een zwarte variant van de Panthera Leo. En er bestaat een groene variant van de Panthera Leo. Zoiets. Lux. Kunt u mito's en meio's uitleggen? Mito's en meio's heb ik 2 hele goede uitlegvideo's van. Ook al zeg ik het zelf. Dus in plaats van dat ik nu ga proberen dat af te raffelen. Want ik wil graag in een kwartiertje afronden. Ga ik je doorsturen naar die 2 uitlegvideo's van mij. Ze zijn echt al 1000 keren bekijken. Dus kijk er even naar. Dus Floor, ik hoop dat ik je... Ja, Floor zegt dankjewel, dus ik neem aan dat het duidelijk is. Siham, je zegt, als de boezem samentrekken, stroomt het bloed niet terug naar holle ader. Ik weet niet wat je bedoelt, Siham. Ik weet niet wat je vraag is.
Het verschil tussen mythozen en meiozen. Je hoeft mythozen in principe niet echt te kennen voor je examen. Meiozen wel. En wat belangrijk is, is dat je bij meiozen weet... Oh ja, deze wilde jullie ook nog. Dat je bij meiozen weet dat er geslachtscellen ontstaan. Die maar de helft van de informatie hebben van de moedercel. En omdat je dan geslachtelijke voortplanting krijgt met een ander organisme. Ander individu, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld de zaadcel. Hier zitten ook 23 in. 23. Krijg je hier recombinatie. Dus je krijgt veel meer verschillende genotypen dan een organisme wat ongeslachtelijk voortplant. Oh, CM vraagt, als de boezem samentrekken, stroomt het bloed dan niet terug naar de holle ader? Nee, want de kracht waarmee het wordt weggeduwd, dat is net genoeg om het met de zwaartekracht mee naar beneden te sturen. In plaats van via de holle ader. Bovendien heb je maar één holle ader die daadwerkelijk, zeg maar, dat zou kunnen. Dat is de onderste holle ader. Dus de kracht dat het naar beneden gaat is groter. En... de boezem trekt, zeg maar, afwisselend samen. Het is een beetje gek om uit te leggen. Maar die begint eigenlijk boven met samentrekken. Waardoor die een soort van de route naar de holle aders afsluit. En daarna trekt die steeds meer een beetje, meer een beetje, meer een beetje richting de kamer samen. Waardoor die het bloed echt letterlijk naar beneden doet. Tristan vraagt wat het verschil tussen een abiotische en biotische factor. Abiotisch, afkomstig van de niet-levende natuur. Biotisch, afkomstig van de levende natuur. Dus abiotisch, temperatuur licht. Biotisch voedsel, natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld. Lela zegt het verschil tussen positieve en negatieve terugkoppeling. Oh, ik heb bijna geen ruimte meer, jongens. Bij negatieve terugkoppeling heb je dat het proces... of het resultaat van een proces... remt het proces. Dus, zo... En bij positieve terugkoppeling heb je dat het resultaat van een proces het proces juist stimuleert. Met andere woorden, bij negatieve terugkoppeling, hoe meer van iets, hoe minder er wordt gemaakt. Bij positieve terugkoppeling, hoe meer van iets, hoe meer er wordt gemaakt. Ja? Vragen over het opstellen van een werkplan? Vraagt Colin. Ook belangrijk, kun je makkelijk punten meepakken. 1. Gebruik groepenorganismen. Niet individuele organismen. Groepen. Minimaal 2 groepen. Altijd. Minimaal 2. Stap 2. Zorg ervoor dat je de ene groep behandeling 1 geeft. En andere groep behandeling 2. Dus ze hebben verschillende behandelingen natuurlijk. En die behandeling kan van alles zijn. Kan bijvoorbeeld zijn, deze geef je veel licht, deze geef je weinig licht. Kan zijn, deze geef je het medicijn, deze geef je een placebo. Kan zijn, deze geef je geen licht, deze wel licht, et cetera. Marije, alle begrippen waarvan het belangrijk is om de definitie of de werking te weten, die staan in je syllabus. Ik weet van tevoren niet welke ze wel gaan vragen en welke niet. Maar alle begrippen die in je syllabus staan, moet je in principe de definitie en de werking van kennen. Ja? Dan... de derde tip voor werkplan schrijven is benoemen dat alle overige omstandigheden gelijk zijn. Firewaterboy, ik waardeer heel erg jouw hulp in de chat. Geloof me, ik ben echt heel erg blij met dat je antwoord geeft op andere mensen hun vragen. Maar als ik dat zelf al aan het doen ben, probeer daar alsjeblieft een beetje mee op te passen. Want soms... zoals nu in dit geval, geef je tips die een beetje ingaan tegen wat ik zeg. Want er is niet altijd sprake van een controlegroep. Als jij aan de ene kant veel licht geeft aan bijvoorbeeld bomen die groeien... en aan de andere kant weinig licht, dan is er niet echt sprake van een controlegroep. Dus probeer alsjeblieft even af te wachten als ik zelf een vraag aan het uitleggen ben... voordat ik zelf die vraag heb beantwoord. Eilandtheorie hoef je niet te kennen, Lux. Haha. Hoort bij biodiversiteit, is geen onderdeel van je examenstof. De wet van Fick, volgens mij... nee, de wet van Fick ook niet.
Of wel? Graag gedaan, Colin. Ik hoop dat het duidelijk is. Oh, sorry. Bij deze vraag trouwens van het werkplan. Ik raak helemaal afgeleid door de chat. Zorg ervoor dat je de resultaten uiteindelijk met elkaar vergelijkt. Heel belangrijk, want sommigen van jullie vergeten dat nog wel eens. Dus je gaat de resultaten vergelijken. Je gaat zeggen iets van... de patiënten uit groep 1 worden vergeleken met de patiënten uit groep 2. En degene die... Of de bomen uit veld 1 worden vergeleken met de bomen uit veld 2. Nee, de wet van Fick komt dus niet in je examen. Dank jullie wel voor het antwoorden. Leila, optisch chiasma is gewoon een deel binnen in de hersenen. Dat kun je ook in 88... Even kijken, 88 wat? C of zo. Nee. Sorry, 87 C4. Daar zie je het optisch chiasma. Dat is eigenlijk gewoon de plek waar de zenuwbanen van de ogen elkaar kruisen. Oké. Okay. Aniek vraagt, de spieren bij de in- en uitademing, kan ik doen? Die heb ik ook voorbereid. Volgens mij is dat een van de laatste vragen. Spieren bij in- en uitademen. Oké, okay, let op. Als je inademt, ben je twee spiergroepen aan het werk aan het zetten. Allereerst het samentrekken van het middenrif. Dat is normaal een beetje zo hol, dus het is gebogen. En wanneer je inademt, span je het aan en daarmee druk je het plat. Je maakt het plat. Oké? Okay? De tweede groep spieren die je bij het inademen samentrekt, dat zijn de tussenribspieren. Specifiek de buitenste tussenribspieren. En die buitenste tussenribspieren die trekken samen. Bij het samentrekken trekken ze je borstkas naar voren en omhoog. Oké? Okay? Dus je hebt eigenlijk twee dingen die er gebeuren. Die holle middenribspier die wordt plat. En je tussenribspieren die duwen je borstkas naar voren en omhoog. Dus wat krijg je? Het volume in je longen wordt heel erg vergroot. Doordat het volume in je longen heel erg vergroot wordt, wordt de druk in je longen juist heel erg laag. Want die dingen zijn tegengesteld aan elkaar. Dus de druk in je longen wordt heel erg laag. Die wordt zelfs lager dan de luchtdruk buiten. En daardoor stroomt lucht letterlijk van een hoge luchtdruk buiten naar een lage luchtdruk in je longen. En zo adem je in. Dus je zuigt de lucht niet in. Nee, je zorgt voor een onderdruk in de longen. Bij het uitademen doe je het tegenovergestelde. Je zorgt juist voor een bovendruk in de longen. En dat doe je door die spieren die je net aanspande, die ga je nu ontspannen. Dus je middenrifspier was aangespannen, was laag, plat. Je gaat hem ontspannen, hij komt weer omhoog. Hij duwt eigenlijk je longen weer kleiner. Je tussenribspieren die ontspannen nu. En die trekken je ribben omlaag en naar achteren. En daar wordt je longvolume kleiner. Luchtdruk in je longen hoger en je ademt uit. Voor de mensen die morgen examen hebben, let op. Morgen is het VMBO-examen. Dit is de live voor het HAVO-examen van donderdag. Mocht je een VMBO-examen morgen hebben, geen paniek. Je hoeft niet dit allemaal te onthouden. Er is een aparte live voor het VMBO-examen. Die heb ik gisteravond gedaan. Die kun je terugkijken, ook op mijn kanaal. Ja? Grosjoe, het is niet genoeg om examens te oefenen. Want als je alleen examens gaat oefenen, maar je hebt de kennis helemaal niet, dan kom je nergens. Maar als dat het enige is wat je nu nog kan doen, dan zou ik alleen maar examens gaan oefenen. Ja. Dus ik hoop dat je stopt met spammen in de tekst. Dat was in- en uitademen. Nog één ding over in- en uitademen. Als je krachtig uitademt, gebruik je ook je buikspieren. En dat kunnen jullie allemaal zelf voelen als je namelijk hoest. Hoesten is krachtig uitademen. Dan voel je je buikspieren aanspannen. Dus dat kun je zelfs tijdens je SE, tijdens je examen kun je dat proberen. En dan weet je, oh ja, krachtig uitademen doen de buikspieren ook mee. Oh, Romeinse vraagt, kunt u please meeschrijven? Sorry Romeinse, heb ik niet gedaan. Ik hoop dat het toch achteraf terug te kijken is. Excuus. Maar ik heb ook video's over de gaswisseling en over de ventilatiebewegingen. Dus die kun je terugkijken en daar heb ik het wel netjes geschreven. Ja? Evolutievraag. Die ga ik morgen tijdens de NOS Stories behandelen. Dus ik wil graag zo meteen afronden. Dus ik ga morgen kijken jullie allemaal. Daar ga ik de evolutievraag
uitgebreid behandelen hoe je daar antwoord op geeft. Ja, de natuurlijke selectie evolutievraag. Grafieken vragen jullie ook naar. Eiwitsynthese staat inderdaad niet in de syllabus, maar genexpressie wel. Dus ik heb al eerder verteld wat je dat moet doen. Vasco zou ik niet doen. De hoop is nog niet verloren. Dus blijf nog even bij ons. Ilian zegt iedereen aan het hoesten tijdens examens. Vooral in deze tijd is dat inderdaad niet zo heel slim, zegt Gingerline. Dat klopt. Sarai vraagt verschil tussen meiozen en mitozen. Zoals ik net al zei, bij meiozen krijg je recombinatie en zijn de dochtercellen maar de helft van de moedercel. Bij mitose zijn de dochtercellen identiek aan de moedercel. Dus voor alle evolutievragen, jongens, kijk alsjeblieft morgen naar NOS Stories. Alec, die vraag heb ik eerder beantwoord. Kun je later terugkijken? Oké. Onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Let op. De onafhankelijke variabelen komt op de x-as te staan. En ik denk dat Leila, de ene Leila, niet de andere, dit ezelsbruggetje kan waarderen. Want zij is heel goed in ezelsbruggetjes, heb ik net gezien. Je bent onafhankelijk van je x. Dus onafhankelijke variabelen op de x-as. Afhankelijke variabelen op de y-as. Dus de tweede moeilijkheid. Wat is dan onafhankelijk? Wat is afhankelijk? Als je het zelf kan instellen. Als je het zelf kan bepalen. Als je het zelf kan uitzoeken. Is het onafhankelijk. Als je maar moet afwachten wat het wordt. Als je maar moet wachten totdat je de resultaten kan meten. Als je maar moet wachten wat je kan opschrijven. Dan is het afhankelijk. Oké? Dat is hoe je onafhankelijk en afhankelijke variabelen leert. Onafhankelijk van je x. En onafhankelijk betekent je kunt het zelf kiezen, zelf uitzoeken, zelf doen. Leila Safi, ik wist dat jij hem zou waarderen, alsjeblieft. En mocht je nog meer ezelsbruggetjes hebben, laat ze dan weten in de chat, want andere mensen kunnen daar ook van leren. Er zijn mensen die zeggen, hoe kan je leren voor het examen voor deze 2 dagen? Mocht je nou echt nog niet begonnen zijn met leren en je denkt, wow, hoe ga ik dat in godsnaam doen? Ik wil wel slagen. Ik heb een HAVO online examentraining waarin ik alle eindexamenstof uitleg. Veel meer dan hier natuurlijk, want hier heb ik natuurlijk minder tijd. En waarin ik ook heel veel examenopgaven uitwerk. Er zijn ongeveer 90 examenopgaven. Dus mocht je denken, nou, nog 1,5 dag, ik wil best nog een examentraining doen. Je kunt hem vinden op mijn website juf-aminozuur.nl/online-examentraining. Oh, Father Waterboy zegt ik heb hem ook en het is erg handig. Nou, weet ik meteen waar je al je antwoorden van hebt. Heel goed. Nou mensen, jullie hebben gezien, die jongen die gaat een 10 halen. En ook hij heeft mijn HAVO online examentraining gekocht. Sanne, graag gedaan. En mochten jullie nou wat terug doen, ik zie dat er ongeveer 150 mensen aan het kijken zijn. Mochten jullie nou wat terug willen doen... dat kan. Ik hou namelijk van koffie. En ik drink graag koffie. En ik heb vooral in deze periode heel veel koffie nodig. Dus ik heb een betaalverzoekje, ook wel een tikkie genoemd, aangemaakt. En dan kun je me trakteren op een kopje koffie als je daar zin in hebt. Als je daar geen zin in hebt, geen probleem. No biggie. Hoeft ook niet. Het is meer een kleinigheidje. Moet ik het wel kunnen plakken. Dus dat kan. Ik zal even het linkje hier plakken. Oh, dus mocht je dat... Oeh, het gaat helemaal fout. Mocht je dat willen doen, dat mag. Hoeft niet. Ik zie dat er mensen weg zijn. Jullie hoeven niet weg te gaan. Jullie hoeven echt niet te betalen voor mijn livestream. Dit is puur vrijwillig als je dat wil. Maar ik heb hem in ieder geval geplaatst. Ik zal hem ook even vastzetten. Oh. Dan kunnen jullie allemaal terugvinden. En mochten jullie nou allemaal mensen... Als er nog meer mensen zijn die hier gebruik van maken, ik ga hem dus zo meteen online zetten. Ik ben nog niet klaar. Ik hoop dat jullie niet weggaan. Ik ben nog niet klaar. Jongens, nee. Niet weggaan. Ik wil jullie nog één hele belangrijke tip meegeven. Dat vraagt Colin net. Hier, deze tip wil ik jullie geven. Over het formuleren van antwoorden. Broodtrommel maken, geen zorgen. 4 dagen is nog heel veel tijd. Dit is mijn ultieme tip. Ik zie dat er al 10 mensen zijn vertrokken. Jongens, jullie hoeven niet hiervoor te betalen. Het is puur vrijwillig. En ik heb nog tips. Namelijk deze tip. Bij het formuleren. Let op. Als je een vraag aan het doen bent, ga dan eerst kijken naar wat moet je doen.
Moet je uitleggen? Moet je beredeneren? Moet je benoemen? Moet je bepalen? Moet je berekenen? Dat zijn allemaal verschillende dingen. Benoemen is vaak gewoon een woord of twee woorden opschrijven. Ja? Dus benoemen, bijvoorbeeld noem twee biotische factoren uit de tekst. Of benoem twee abiotische factoren. Dat is simpel. Appie, nee, dat is niet voor MAVO. MAVO heb ik gisteravond gedaan, dus je kunt hem op mijn YouTube-kanaal terugvinden. Hetzelfde idee als dit. 2 uur lang ook. Je kunt hem lekker terugkijken. Dan, wat moet je nog meer doen bij het antwoorden formuleren? De tweede stap is, welk begrip moet je uitleggen? Er is altijd een begrip in de vraag wat je moet uitleggen. En bij dat uitleggen kan zijn dat je iets over de functie moet vertellen. Het kan zijn dat je iets over een kenmerk van dat begrip moet uitleggen. Het kan zijn dat je iets van het proces van dat begrip moet uitleggen. Het kan van alles zijn. Dus denk aan deze woorden. Denk alsjeblieft aan deze woorden wanneer jij je antwoord aan het formuleren bent. Dan, de derde stap, ik zal het even nummeren, is dat je iets over de context moet uitleggen of vertellen. Ja? En dat kan zijn dat je iets uit de tekst moet halen, een zinnetje uit de tekst moet halen. Het kan zijn dat je iets over een afbeelding moet zeggen. Het kan zijn dat je iets over een grafiek moet zeggen. Het kan zijn dat je informatie uit je BINA's moet halen. Dat noem ik de context. En tot slot doe je je conclusie formuleren. Ik ga even iemand verbergen op het kanaal. Het begint een beetje irritant te worden. Hoe ga je dit nou toepassen? Ik laat het even zien. Kijk. Dit is de vraag. Jullie vroegen eerder al naar kegeltjes en staafjes. Bij deze. De schade aan haarvaatjes trad op in een gedeelte van Cathy's netvlies. Hierdoor werkten de zintuigcellen in het gebied M. We zien hier gebied M. Tijdelijk niet. Nou, dan is de vraag, beredeneren aan de hand van afbeelding 4, dat Cathy na haar sprong tijdelijk geen kleur kon waarnemen. Oké, dus stap 1. Wat moet je doen? Beredeneren. Stap 2. Wat is het begrip wat je moet uitleggen? Kleur waarnemen. Dat is iets wat je uit je biologieles hebt gehad. Dus kleur waarnemen. Dus wat gaan we doen? Kleur waarnemen, uitleggen. Zoals ik net al zei, als je een begrip moet uitleggen, dan doe je of de functie, of een kenmerk, of een proces. Dus wat schrijf je op? Kleur waarnemen doe je met je kegeltjes. Ik ben een heel woord vergeten, joh. Kleuren waarnemen doe je met je kegeltjes. Bam, meteen 1 punt binnen. Gewoon omdat je het begrip kleur waarnemen hebt uitgelegd. Je hebt daar een kenmerk van genoemd. Dat je dat met je kegels doet. Dan zei ik, je moet de context uitleggen. Wat is hier de context? Kijk even terug. Context kan zijn een tekst, of een afbeelding, of een grafiek, of een BINA's. Wat zien we hier? Er staat, de zintuigcellen in M doen het niet. Wat zien we in M? We zien de gele vlek en de blinde vlek in M. Nou, de blinde vlek heeft er niks mee te maken, want in de blinde vlek waren er sowieso geen zintuigcellen. Dus het gaat om de gele vlek. Dus dan zeg je iets over die gele vlek. Dus je legt de context uit. In dit geval is gele vlek jouw context. Wat ga je zeggen over de gele vlek? Dit weten jullie, als het goed is. In de gele vlek heb je heel veel kegeltjes. Heb je de hoogste concentratie kegeltjes. Sorry als dit in mijn hoek terechtkomt. Dus voor je tweede punt zeg je, in de gele vlek heb je de hoogste concentratie kegeltjes. Bam, nog een punt. En om het netjes af te maken zeg je, doordat de gele vlek die in M zit, het niet doen, kan Cathy dus geen kleuren waarnemen. En dan heb je je antwoord. Dat is hoe je een antwoord formuleert. Dus jullie mogen straks dit even lekker screenshotten en goed erbij houden en dan vaak gebruiken. Hoe vaker je het gebruikt bij het oefenen van examens, hoe beter je erin wordt. Leila vraagt, waar staan dan veel staafjes? Die zijn rondom de gele vlek. Dus als ik het even van de zijkant laat zien, dan heb je hier zo... Dat ziet er misschien een beetje gek uit. Dat ziet er gek uit. Dit zijn kegeltjes. Blinde vlek. Gele vlek. En daaromheen heb je heel veel staafjes. Staafjes. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het is misschien niet een hele duidelijke afbeelding. Maar onthoud
Ik zal een tabel maken. Ik denk dat dat in dit geval... Leerlingen moeten al lachen in de chat. Ik snap waarom. Dit is wat er gebeurt als je improviseert. Jongens, we negeren het gewoon. Oké, gewoon negeren. Wat je onthoudt. Staafjes. Overal. Behalve gele vlek. Of weinig in gele vlek. En kegeltjes. In gele vlek. Makkelijk. Staafjes. Overal behalve gele vlek. Kegeltjes. Gele vlek. Hoogste concentratie staafjes, overal behalve de gele vlek. Ze zijn gewoon verspreid. Er is niet echt een fireboy. Welke binnenstabel heb je het over? Deze ken ik niet. Over de concentratie. Ik weet niet wat je bedoelt. Er staat niet per se een concentratie. Oh ja, sorry, je hebt helemaal gelijk. Sorry, gelijk. Je hebt gelijk. Binnenstabel 87C. Kijk jongens, 87C. En je ziet... Niet heel duidelijk, maar je... Ja, niet heel duidelijk. Maar onthoud, kegeltjes, gele vlekken. Er zijn geen staafjes in de gele vlek. Hoogste, oké. Okay. Leva, dat klopt. De gele vlek is het punt op je netvlies waar je het scherpst kan waarnemen. Nou, het 27A4. Ik denk dat je dan in de natuurkundehoek zit. Lux, staafjes zijn voor contrast, niet voor diepte. Diepte doe je door het combineren van de informatie uit beide ogen. Staafjes zijn voor contrast, zijn voor grijs tinten. Zwart-wit tinten, zwart-wit contrasten, grijs tinten. Oké? Okay? Diepte zien is met beide ogen informatie combineren. Colin zegt, het is toch ook zo dat je aan het aantal punten van een vraag kunt zien in hoeveel stapjes het antwoord moet opbouwen? Soms niet altijd. Soms heb je 3 stapjes en krijg je maar 2 punten. En ik kan jullie aanraden, schrijf liever te veel op dan te weinig. Homoloog en analoog. Homoloog is wanneer organismen dezelfde bouw hebben, verschillende functie. Ik zal dit meeschrijven, want ik weet dat sommige van jullie dat prettig vinden. Homoloog. Zelfde bouw, verschillende functie. Dus gemeenschappelijke voorouder. Ik weet dat het niet super netjes is, maar het gaat erom dat jullie het kunnen volgen. En analoog is verschillende bouw, zelfde functie. Huh? Ik ga zo voorbeelden geven. En dit is geen gemeenschappelijke voorouder. Oké? Zo, lieve mensen. Oh, wauw. Nout heeft gelijk. Sorry, Nout. Sorry. Blijkbaar had je gelijk, want heel veel mensen zeggen het... En dan zul je zien dat ik na zoveel jaren in het onderwijs alsnog heel veel dingen leer. 27A4. Sorry mensen. 27A4. Wow, het staat er inderdaad gewoon in. Dit wist ik niet. Zo zie je maar, hè. Die biologiedocenten kijken nooit in het natuurkundedeel. En natuurkundedocenten kijken nooit in het biologiedeel. Dus jongens, 27A4. Ja? Dank jullie wel voor deze tip. Lieve mensen, ik ga afsluiten, want ik heb alle van tevoren ingestuurde vragen behandeld. Of in ieder geval alle onderwerpen die van tevoren zijn ingestuurd behandeld. Ik heb heel veel vragen live behandeld. Superveel vragen live behandeld. Armani, zo kan je dat helaas niet onthouden. Want ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, misschien is dit wel de ultieme tip... Jij moet op je examen laten zien dat jij op 5 HAVO niveau of 4 VMBO niveau of 6 VWO niveau, maakt niet uit welk niveau je doet, laat zien dat jij biologie hebt gehad. En, Armani, mijn tante die kan ook zeggen rudimentair orgaan is een nutloos orgaan. Dat is niet biologisch uitgelegd. Biologisch uitleg zeg je, een rudimentair orgaan is een orgaan wat gedurende de evolutie zijn functie heeft verloren. Ja, er nog wel is maar zijn functie heeft verloren. Voor iedereen die heeft gedoneerd, ik zag een aantal mensen. Ik ga even
Nick, ik weet niet of je grappig aan het doen bent, maar als je doorgaat, dan ga ik je verbergen. Lara, osmotische waarde bij vissen heb ik niet gedaan. Dat was namelijk een vraag uit een VWO-examen, dus ik heb besloten om die niet te behandelen. De stream is terug te kijken. Voor iedereen die gedoneerd heeft, dank jullie wel allemaal. Super lief. Hij is terug te kijken. Ik ga hem nu meteen publiceren. Dus ga lekker terugkijken vanaf het begin. En als ik je vragen niet heb beantwoord, helaas, op een gegeven moment ben ik ook moe. Even rusten zo en gaan slapen. Morgenavond zien jullie mij weer bij NOS Stories. En dan ga ik jullie vragen weer beantwoorden. Heel graag gedaan. Ik vond het leuk dat jullie keken. Dankjewel Colin voor je kopje koffie. Nout ook, Romein ook. Iedereen die het heeft gedoneerd. Ik weet niet wie allemaal, maar dank jullie wel allemaal. Super lief. Ik weet niet waarom ik een handkusje deed. Ik ben moe. Ik ga er vandoor, lieverd. Doe ik het weer. Ik behandel jullie echt alsof jullie mijn eigen leerlingen zijn. Daar zeg ik dat ook altijd tegen. En die begrijpen me. En die... Mickey, 2 kopjes. Je bent geweldig. Mickey Roos. Echt top. Gabrielle, leuk dat je er was. Ik heb je naam nauwelijks voorbij zien komen. Maar leuk dat je even laat weten. Heel graag gedaan. Ben, graag gedaan. Boskoert, sorry, ik ga dat niet meer doen. Ik ga afsluiten. Morgenavond kun je het weer proberen tijdens de NOS Stories. Jullie heel veel succes met leren nog. En ik zie jullie... Jullie zien mij morgen. Dianne. Dianne, ben jij familie van een oud-leerling van mij? Graag gedaan, Chris. Graag gedaan, Hanne, Emke, Dunera, Dunaira, Nienke, Chris. Ja! Dianne, wat leuk. Groetjes aan je zus. Wat superleuk dat dan een zusje van een oud-leerling nu in mijn live zit. Superleuk. Heel veel succes, meid. Oh, je zit alweer in je examenjaar. Echt tof. Succes. Marjolein, graag gedaan. Tot morgen allemaal. Boskoert, graag gedaan. Tot ziens. Oké. Okay. Ja, dankjewel Dianne, super lief. Ga ik zeker van genieten. Adios, jongens.